allemaal. Ik zie echt al heel veel mensen die zeggen hoi en heel veel mensen zeggen gefeliciteerd. Ja, het is vandaag feest. Oh, ik heb er zin in. En wist die wie denkt, bij een feestje hoort een verkleedpartijtje. Nou, daar gaan we dan. Kijken wat ik van Miss Didi omhoog krijg. Oh, Brecht doet ook mee. Brecht, jij doet altijd ook als iemand anders doet, dan denk je, oh, knallen nog even één bovenop. De Nederlandse bril, daar beginnen we mee. Van Miss Didi. En dan voor Brecht draaien. Ja, geen feestjes zonder versiering. Even kijken. Die. En de bloemenkrans. Kijk. Nou, we beginnen wel lekker feestelijk. Zo. Is de bril schoon? Nee, natuurlijk niet. Heb ik hier nog doekjes liggen? Ja. Zo'n gek idee alweer een jaar. Vliegt echt voorbij. Ik weet dat vanaf augustus 2019 of zo, had ik weer plannen om het streamen op te pakken. En ook het plannen om van YouTube naar Twitch te gaan. Maar ja, toen kwam natuurlijk de verhuizing en druk met werk. En toen begon vorig jaar voor mij... Ik begon op een zaterdag. En op woensdag begon voor mij de lockdown. En toen heb ik alle voorbereidingen die ik nog moest doen, waar ik elke keer geen tijd voor had, want je wilt natuurlijk ook je YouTube-kanaal actief houden en zo, heb ik toen in 3 dagen afgekregen. En toen ben ik ook maar meteen gewoon live gegaan. Van harte met je 1-jarig jubileum. Dankjewel. Dankjewel. Heel leuk die make-up. Heb ik zo mijn best op gedaan. Dag make-up. Maar nou matcht mijn bril straks wel met mijn Animal Crossing outfit in het spel. En over Animal Crossing gesproken. Ik doe altijd mijn feeststreams met ook cadeautjes teruggeven. Dus als jij Animal Crossing hebt en denkt, oeh, wat ga je weggeven in Animal Crossing? Check dan vooral je saldo. Want ik ga namelijk 1 miljoen klingels weggeven. Zo. Ik ga 1 miljoen klingels weggeven aan iemand die op dit moment Animal Crossing kan opstarten. Switch on, hoe heet het, Nintendo Online heeft. En het ook nu kan komen ophalen. Dan is het natuurlijk niet alleen dat je dan meedoet en de klingels wint. Dan is het uiteraard, als je op mijn eiland komt, laat de bomen met rust. Laat de bloemen met rust. Laat het onkruid met rust. Laat de sterfragmenten met rust. Want die liggen dus ook op mijn strand. Je mag wel schelpen verzamelen. Je mag winkelen. Je mag vissen. Je mag insecten vangen. Maar bomen. Bloemen, onkruid en sterfragmenten en mijn flessenpost met rust laten. Dan mag je meedoen, dan ben je welkom. Sims 4 Player heeft tijd voor Animal Crossing. Als ik zo meteen een keer voor je start, dan typ je uitroepteken, inzet, spatie en een getal van 1 tot 100. Maar bijvoorbeeld Willy Lazy Lady heeft 49 muntjes. Je kan niet meer inzetten dan je hebt. Dus maximum wat je kan inzetten is 100. Maar als je niet meer hebt dan 49, dan is jouw persoonlijke maximum dus 49. Ik ga de giveaway starten. 2 minuten de tijd om je in te schrijven. En dan gaan wij ondertussen... Oeh, nieuwe volger, Lees411. Dankjewel voor het volgen, welkom. Jullie mogen even lekker inzetten. En dan ga ik ondertussen... Kijk, zie je dat de bril past bij mijn jurkje? De klingels regelen. Hoppatee. Kijk, ik zie al... Sommige mensen zetten meerdere muntjes in. Sommigen zetten echt maar 1 muntje in. Dat vind ik ook altijd grappig. Helemaal als zo iemand dan wint. Want natuurlijk, hoeveel meer muntjes je inzet, hoe groter de kans dat je hebt. Maar het is bij mij voorgekomen dat iemand die maar 1 muntje in had gezet, ook gewoon had gewonnen. Even kijken. Eerst even alles storten. Oh, Omni zit op de bank. En dan klingels opnemen. 1 miljoen. Hoppatee. De tekening afmaken kan later nog, ja. Ik heb de prijzengeld op zak. Gaat even drumpen op het strand. Wat heb ik op mijn hoofd? Prachtig toch? Prachtig toch? Een van mijn kanaalbeloningen is verkleed. Oh, er is geentje boos. That's right, that's right. That's right. Hey! Hey Kimpul, groet. Hey Kimpul Henk. Dankjewel voor je sub, je 7 maanden alweer. Vandaag is het weer Command Feestvlag, want feeststreametje. Welke kleur wil je hebben? Rood, geel, groen of blauw? Dankjewel voor je subje. Echt lief. Ik ga ondertussen het geld droppen. Even kijken. Laten vallen. En Henk zegt geel. Dan gaan we een geel vlaggetje. That's right. Lionne! Gefeliciteerd met 1 jaar Twitch. Kimp Ulhart Molenbrilleeltvierscoot. Jeeltvierscoot. Dankjewel Lianne. Jij mag ook een kleurtje kiezen. Oké, het geld is gedropt. Maar Henk wil geel. Dus ik ga voor Henk een gele schrijven. En Lianne wil blauw. Oké, hier is het vlaggetje van Lianne.
En dan heb ik hier het vlaggetje van Henk. Dankjewel voor jullie subjes. En Naomi, gefeliciteerd. Gefeliciteerd met jouw verjaardag. Wil je lekker taart? Nou wil ik taart. Ik moet niet beginnen over taart. Daar zit Henk. En daarachter zit Lianne. Jullie zitten erbij. Dank jullie wel. Oké, ik neem aan. Ja, de giveaway is inmiddels gesloten. Dus ik kan een winnaar gaan kiezen. Er doen 5 mensen mee. Myrthe Elise, Willy Lazy Lady, Sharon Tje, Dragon Warrior Björn 31, Sims4 Player 2002. En jullie hebben samen 154 muntjes ingezet. En ik ga nu doen pick a winner. En de winnaar komt in de chat. Dat is Myrthe Elise. Gefeliciteerd. Ik ga jou een fluisterberichtje sturen, want jij krijgt de dodo-code van mij. Jij mag als eerste op mijn eiland komen. En jij mag de klingels pakken. Dus ik ga je een fluisterberichtje sturen met de dodo. Dodo-code, niet dodo-code. Het is een hele makkelijke code. Ik vraag me af waarom ik mij heb opgeschreven. Jij hebt een fluisterberichtje gekregen. En ik heb vandaag besloten dat vliegticket naar Ruby beloning staat uit. Maar de Switch-vrienden die... That's right, ja. That's right. Feestje, Kimpul, groet, Kimpul, poot, Kimpul, molenbril, Kimpul, hart. Oh, Rosie Mosi! 10 maanden! Ook een feestvlag voor Rosie. Maar Rosie, welke kleur vlag wil je? Feestvlag, uitroepteken feest. Vlag. Hype. Oh ja, dat is ook een hype train. Nou, ook uitroepteken hype train. Oké, wordt lekker aan het werk gezet. Ik heb een vermoeden. That's right. Ja, blauw. That's oh, Carolientje. Right. That's right. Dankjewel, Carolientje. Voor 5 maanden. Carolientje, welke kleur wil jij? Rosie, hier is... jouw vlaggetje. Oeh, er is iemand op weg. Even outfit spotten natuurlijk. Moet ik zorgen dat ik zo ga bewegen. Vanaf nu moet ik opletten dat ik ga bewegen. En Carolientje wil rood. That's right. Myrthe komt that's aan. Right. That's right. Myrthe, dubbelprijs. Je wint echt gewoon 1 miljoen klingels. Maar je krijgt ook nog eens een subje van Annette. En het is een rustige enthousiasteling. Dat vind ik heel grappig. Je bent rustig, maar je bent ook enthousiast. En ze komt van Stardust. Hoe ziet Myrthe eruit? Oh, Henk, jeetje. Gefeliciteerd met je 1 jaar op Twitch. Wauw, 1000 bits, dankjewel. Echt, jeetje, lief. Nou, dat gaat wel lekker met die uitweer. We zijn volgens mij meteen een level omhoog geschoten. Oké, ik moet bewegen. Hier is je subje, of je vlaggetje, Carolientje. Dankjewel voor je subje, ik steek je erbij. In het blauw Rosie Wosie. En daarachter, andere kant. Achter Bianca. Ik zal Bianca even naar beneden duwen. Zo. Daar sta je, Carolientje. Hij schurpt. Ja, dank jullie wel. En iedereen komt nog binnen met felicitaties. Dank je wel ook, Binky. Kijk, er wordt wat gezegd. Superleuk, dank je wel. Kijk, Myrthe, jij mag jouw prijs in ontvangst nemen. Dan ga ik ondertussen de dodo-code sturen naar Switch. Oh, ik moet wel blijven bewegen natuurlijk. Switch-vrienden krijgen ook de dodo-code. En ik stel ook in de toekomst... ik stel regelmatig ook mijn eiland open in mijn Discord-server... voor mensen die nu niet de mogelijkheid hebben om langs te komen. Dankjewel. Dankjewel, Ezinet. Alsjeblieft, Myrthe. Je mag nog gewoon lekker op mijn eiland. Je mag gaan shoppen, je mag gaan winkelen... je mag gaan schelpen verzamelen, je mag gaan vissen. Veel plezier. Ik ga even weer geld halen. Oeh, er is iemand op weg. Kijk, Sharon komt eraan. Die zat zeker al klaar bij de dodo. Ik vind het echt geinig. Het is gewoon al een jaar geleden. Toen zat ik ook lekker in het weekend. Toen moest ik nog streamen op mijn laptop. Die foto die ik heb gebruikt om mijn 1 jaar Twitch aan te kondigen... was dezelfde foto die ik heb gebruikt om 1 jaar geleden... dus mijn Twitch aan te kondigen op YouTube. Dat is echt grappig. Ook als je die foto ziet, dan komt mijn haar tot hier. Nu komt mijn haar gewoon tot hier ergens of zo. Oh, Sharon heeft ook nog cadeautjes. Ik moet eerst even geld pinnen, want ik heb natuurlijk geen geld meer op zak. Anders wist ik niet precies of ik 1 miljoen klingels had neergelegd. Ik wil ook een verkleedpartijtje. Ron van Moonbee komt spelen. Iem. Oh, oké. Beweeg. Zo. Nou, dan gaan we draaien aan het rad. 2 keer. Even kijken wat we krijgen. Het wordt de heksenhoed. Lekker feestelijk. Oh, er is nog iemand op weg. Eén. Jongen, echt. Nog een keer. Binky zegt, ik zal het maar niet kopen, want anders ben je een versierwinkel aan het worden. Nou,
Het is de glitterstrik. Daar hoort een geluid hier niet. Hier ben ik hem ergens kwijt. Waar is die? Ik ben mijn oortje. Oh, hij zit in de strik vast. Oh, kijk. Oh, dat vind ik wel leuk. Bij Meerte komt de miljoen klingels goed van pas, want ze heeft de eilandje nog niet zo lang. De Lianne van Storyland is ook gekomen. Helemaal verkleed als aardbeidje. En de high train is gelukt. Iedereen die heeft meegedaan krijgt een emote van niveau 2. Wat leuk. Ik zie al Lianne zegt tjoek tjoek. Nog één van Iem en nog één van Björn. Oké. Mijn mobiel heeft nu pas door dat ik live ben. Het wordt een Nederlandse bril. Die gaat weer af. Want die heb ik al. Dag bril. Kan ik weer een beetje zien. Oh, ik moet bewegen. Ik moet bewegen. En dan Björn. De Flapper Girl hoofdband. Hij valt niet weg in mijn cam, maar ik moet hem kleiner instellen. Annette. Er is een bepaald hokje voor de alerts en het lettertype is te groot. Waardoor mensen, vooral mensen met lange namen, valt tekst half weg. Deze is van Björn. Oh ja, ik heb die hekshoed op. Ik voel hem haast niet zitten. Gaan we dit weer hetzelfde doen als met mijn verjaardagstream? Nou moet ik weer 2 keer draaien. Voor Iem en voor Rosie. Oké, ja, ik zie het al. Rosie wil de molenbril. We hebben niet eens de outfits kunnen spotten nu, Iem. Oh, Rosie! Dag heksgoed. Dag flappergirl hoofdband. Dag glitterstrik. Dag bloemenkrans. Maar Iem heeft ook nog weer een keer gekocht. Oh nee, deze was van Iem. Ik ga nu voor Rosie draaien. Het was Iem de schuld. En Rosie draait de zilveren sterretjesbril. Dan kunnen jullie mijn ogen helemaal niet meer zien. Sorry, Rosie. Ja, Iem is de boosdoener. Ja, dan krijg je als je hem zo vaak koopt, dan loop je dat risico. Oké, geld pinnen. Ik heb geld nodig. Zo. Het was voor korte duur, ja. Vooral die Flapper Girl hoofdband heb ik hem met pijn en moeite op mijn hoofd gekregen. Voor echt 20 seconden. Oké. Okay. Ik kies uit de volgende diensten. De klingelautomaat. Laten we even... 50. Zo. Oh, wie? Annette mocht van Sherry het eiland niet op. En Griffin komt binnen. Wat zie je er leuk uit. Dankjewel. Het was een intens verkleedpartijtje. En uiteindelijk beland ik maar met 1 ding op mijn hoofd. Prachtig dit. Ik vind het zo tof. Ik heb nu wel een heel donker scherm. Ik moet zelf ook nog shoppen. Dus we gaan zelf ook even shoppen. Kijken. Ja, Meert heeft alles mooi meegenomen. Zo. Zijn mensen al lekker... Goed zo. Goed bezig, Lianne. Oh ja, ik moest wat wachten. Cadeautje. Cadeautjes. Jeetje, Mina. Oké. Oh nee, dat doe ik elke keer. Altijd doe ik laten vallen als eerste optie. Kijk, Meert heeft gelijk even iets uit de winkel gekocht. Helemaal top. Meteen je prijs gebruikt. Ah, 10 Noekmal tickets. Dat komt goed van pas. Nog 10 Noekmal tickets. En nog eens 10 Noekmal tickets. Dankjewel, Sharon. Dat komt serieus goed van pas. Want ik heb maar iets van 10 nu in mijn opslag. Dus nu heb ik 40. En ik kan elk moment weer verwachten dat er een villager is die gaat zeggen... Hey, ik wil eigenlijk wel weg. Oké. Die wil ik niet. Die heb ik al. Die wil ik niet. En die hoef ik ook niet per se. Dus dat scheelt. Hebben we nog wat leuks hier? Even kijken. Oeh. Een sprookjesparaplu. Die wil ik zeker hebben. Want de laatste tijd regent het wat meer. Ah, dat wist ik al stiekem. Heb ik nog iets wat me leuk lijkt? Ja, we kunnen wel even... Wat is dit? Een weerwarm tegenvloer. Volgens mij heb ik die al. Maar deze heb ik ook al. Nee, die vind ik... Nee, ik koop toch niet. Ik vind het toch niet bij Raymond. Raymond heeft zo'n kantoorhuisje. Hey! Henk wil switchvrienden worden.
Kan een van de moderators hem even toevoegen in de Switch vriendenrol geven op Discord? Want dan heeft Henk de code. En dan voeg ik je later toe op de Switch zelf. Maar Switch vrienden mogen allemaal de dodo code hebben. Vandaag. Kijk, Annette doet het. Dus Henk, als je nu wil komen, check even de Discord. Ik had deze nog voor je Happy Twitch tattoo. Uw Happy Twitch beert tattoo. U gefeliciteerd met je jaar op Twitch feest. Jee, Kimp Ulhart, Kimp Ulhart, Teamsterlo. Happy Twitch tattoo. Oh, Rosie heeft dat gedaan. Dankjewel, Rosie. Henk, in mijn Discord is een kanaal dat heet Switch District. Daar vind je de dodo code en de regels. Oké, kledingwinkel. We gaan nu naar de kledingwinkel toe. Dankjewel, Ian, voor de bitches. Ik vind het grappig dat ze birthday niet kent. Ja, dankjewel. Dat ze tattoo zegt. Oh, ja, loopt ook in de weg. Zo. Hier is ook iemand bezig geweest. Oké, jongens, linksachter. Ik had er nog één in mijn zak namelijk. Die ligt op de gewone markt linksachter. Een grafsteen. Oké. Oh, er zit niemand in. Top, dan kan ik erin. Ik wil zeker de paskamer gebruiken. Ja, fitness top heb ik al in een kleurtje. Ja, ik wil uiteindelijk wel wat meerdere kleurtjes. Maar voor nu zit ik vooral altijd te kijken of er dingen bij zitten die ik nog niet heb en wel leuk vind. Oh, zo prima, Rank. Dat is helemaal prima. De lange sweater stofrok. Ik vind dat zo stom als ze dan met hun benen wijd staan. Dan vervormt dat ding nooit zo mooi. Nee. Zo'n narrenpak hoef ik niet. Kroontje heb ik al. Wat is dit? Oh, dit is leuk. Dat is weer net een andere blauwe. Gaan we dan voor... nee, dat moet ik niet. Gaan we dan voor een witte? Dit is top. Wat is dit? Etensresten, baba. Nog leuke schoenen. Nee, ik zoek eigenlijk weer... Ik heb nu zwarte instappertjes. Ik heb zit zwart en groen. Ik zit te hopen op binnenkort meer kleurtjes. We gaan voor dat rietje. Die vind ik gewoon grappig. Tuurlijk wil ik die. Tuurlijk wil ik die dragen. Kijk, Sims for Player gaat vissen. Duiken levert ook vaak wel wat klingels op, trouwens. Ja, ik weet dat er onkruid ligt overal. Ik moet overal nog langs gaan. We gaan eerst even zoeken welke villager aan de DIY is. Dus we beginnen gewoon achteraan. Vang is niet thuis. Wit is wel thuis. Iem zegt, ik vind het nog steeds zo bijzonder om te zien dat er mensen zijn die echt kopen wat ze leuk vinden en niet alles wat ze nog niet hebben. Nee, ik ben niet iedereen is zoals jij, Iem. Nou, Whitney is niet aan een DIY, maar altijd even leuk om te kletsen. Ze danst stiekem wel eens in de woonkamer. Ik heb mijn eilandvlag veranderd, ja. Ik heb vorige... Ik weet niet of het mensen is opgevallen als je een winkel inkomt of zo. Maar ik heb dus een... vorige stream, dat ik Animal Crossing streamde, heb ik en mijn liedje veranderd. Mijn eilandliedje. En ik heb de vlag veranderd. Nou, we waren eerst aan het zoeken naar een hartje met een puls en zo. Maar het is echt heel lastig om een puls heel goed te werken. Om te krijgen, omdat je natuurlijk met pixels werkt. Oeh. Jongens, Raymond is een DIY aan het doen. Dat laat ik ook even weten in de Discord. Raymond. DIY. Zo. Er is nog plek hoor, Rosie. Ja, precies, Azinet. Heel veel dingen vind ik ook gewoon niet mooi. En dan denk ik, ja, waarom ga ik het kopen? Vind ik zo zonde van mijn klikkels en van mijn ruimte. Oké. Wat ben je aan het maken? Welkom bij La Casa de Raymond. Het is niet je La Casa, het is je kantoor. Een gouden kandelaar. Oh, volgens mij heb ik die nog niet. Vertel maar.
Die heb ik nog niet. Zo, eindelijk weer een keertje eentje die ik nog niet heb. Die ga ik meteen opslaan. Sorry, Cheryl, ik ga zo aan de kant. Oh, je kan er langs. Hoppatee. Nou, voor de mensen die dus langskomen, Raymond woont in de stad achter de kledingwinkel. Moet je één trap omhoog. Oh, kijk, ik hoor iemand hier bezig. Goed zo. Ben jij thuis? Ik ben ook thuis. Vivian is ook thuis. Daarachter, oh, daarachter staat Fang. Die hebben we ook nog niet gesproken. Roosje zegt, ik heb daar straks ook gewoon een nieuwe DIY van een village gekregen. Ja, bij jou is het helemaal bijzonder natuurlijk. Kijk eens aan, blijkbaar negeer je me niet langer. Ik speel een week niet eens een keertje dagelijks. Ik heb van de week echt een paar keer mijn spel opgestart. Alleen even om mijn geldboom te zoeken en mijn flessenpost. Die moet ik trouwens ook nog zoeken. En al die bewoners meteen van, ah, oh, herken je me nog? Of vind je me nog aardig? Of hebben we geen ruzie? Dat ik denk, nou zeg, doe normaal. Stel je niet zo aan. Hier loopt Fang. Hallo Fang. Hij wordt moe van als hij naar me kijkt. Oké. Vind ik hier. Als iemand ergens mijn geldboom heeft gezien, laat het weten. Die heb ik nog niet gevonden. Hier in ieder geval niet. Zo. Even kijken of je op de camping ligt. Nee. Maar ik moet echt best wel wat opruimen. Ik had gisteren al wat opgeruimd, maar overal begint onkruid weer te groeien. Cherry is niet thuis. Maple wel. Het rode carnavalskraampje is zeg maar bij voor het huisje van Julia en Pieken. Tussen het huisje van Julia en Pieken en het strand in. Hoe is het met onze Maple? Ah, Maple vindt het fijn om spontaan het bezoek te krijgen. Hij heeft gisteren ook de hele dag opgeruimd. Maar net zeg, ik ben dus overal geweest, behalve daar natuurlijk. Oké, gaan we even hier kijken. Ik moet ook nog langs het strand voor mijn flessenpost. Oeh, gratis steen, zonder te hakken. Sterfragmenten moet ik ook even ophalen. Dat is leeg. Oké. Oh, daar komt iemand hier naartoe. Kan ik even een koekje eten? Als laatste komt Rosie eraan nu, toch? Ja, rommelige artiesten Rosie van SNB. Kom maar. Vertaalt niet helemaal lekker. Artist kan ook kunstenaar betekenen, ja. Wat is dat op je hoofd? Wat is dat voor muts? Meert heeft eindelijk leuke laarsjes bij best veel dingen passen. Kijk, geslaagde reis naar Ruby. Dan is het helemaal top. Dan is de prijs naar een goed iemand gaan. En sowieso vind ik het leuk. Omdat jij dus net zegt dat je echt net opnieuw bent begonnen. Oeh, hier hebben we iemand, Lianne. Sterretje. Welk sterrenbeeld is nu aan de beurt? Vissen? Of zitten we al in Ram? Hier was ik al geweest. Ja, oké. Dan gaan we oversteken. Oeh, kijk eens wat een ruimte. Heerlijk. Heerlijk. Jullie zijn goed bezig. Die neem ik meteen mee. Hier liggen geen sterfagamenten. Rosie zegt, het is zo veranderd. Ja, echt. Ik hou me wel lekker bezig, hoor. Hier ook niet. Die kan ik wel even opscheppen. Zo. Mijn eiland ziet er leuk uit. Dankjewel, Misty. Ja, voor jou is het waarschijnlijk de eerste keer dat je het nu ziet. Hoe mijn eiland eruit ziet. Ik moet zeggen, heel veel dingen nagemaakt van Instagram. En heel veel dingen geïnspireerd van Instagram. Hier ligt ook geen geldboom. Ligt die waarschijnlijk ergens rechts. Flesje. Dan een ster, geen flesje. Kijk, hier is de carnavals kraam.
zeg maar, dit fonteinplein ken je wel. Dan ga je hier de brug over en hier naar binnen. Bij de rechterstrand, bij de twee huisjes. Ah, ik weet precies wat je bedoelt. Dankjewel. Oh, die bloem ligt in de weg. Die hoort hier niet. Blokkeert de ingang. Ik ga straks wel langs pieken. Flesje. Oeh, ster. En een flesje, misschien is wel voor een van jullie. Even kijken wat erin zit. Het is post van Dottie. Een boomstam zit je. Ja, die heb ik volgens mij al. Ja, die heb ik al. Ik ga hem zo droppen op een kraampje. Dan moet ik alleen mijn geldboom nog zoeken. Met Benko gaat het helemaal lekker. Sims for Player zegt, kleine tip, misschien is het wel handig. In Nook kan je buizen kopen. Ja, die staan zelfs al op mijn eiland. Ik heb al 2 buizen op mijn eiland. Hallo pluisje of pulsje. Pepernoten in maart. Hij zegt dan ook van mijn buik voelt raar want ik heb te veel pepernoten gegeten. En dan niet de conclusie misschien moet ik minder pepernoten eten. Nee, de conclusie misschien moet ik meer gaan oefenen. Oeh. Iemand uit de modeshow. Oké, ik heb mijn sterretjes. Ik heb nog geen sterrenbeeldsterren. Nee, ik heb alleen gewone. Oké, waar is mijn geldboom? Bij de strand van de kledingwinkel. Ja, daar ben ik nu. Ik heb alleen mijn geldboompje nog niet gevonden. De gouden straal, zeg maar, die in de grond zit. Dus als iemand die ziet, laat het weten. Ik heb voor mijn gevoel ben ik echt overal al geweest. Kijk, zie je? Hier heb ik een buis. En de ander staat nu bij mijn huisje. Maar ik moet nog even bedenken waar ik die wil hebben. Dus die staat nu tijdelijk bij mijn huisje. Ik zou nog langs de andere twee gaan. Ah, oh, Sharon, ik heb zo lang niet meer gedoken. Ik wist niet meer hoe het moest. Ik heb soms ook dat ik net de verkeerde knop indruk. Weet je, dan ga je heel rustig zwemmen naar zo'n plekje waar dat wat onder de grond of onder de grond, onder het water zit, dan heel snel wegzwemt. En dan moet je normaal gesproken op die knop drukken dat je onder water gaat. Dan druk ik per ongeluk op de verkeerde knop dat ik sneller ga zwemmen. Dan gaat het ding er weer vandoor. Iem neemt de tenten meteen mee. En weer te zeggen, wow, wat een bloemen heb je achter op mijn eiland. Ja, ik heb echt mijn eigen intratuin. Dat is heel handig. Als je ergens een terraformer bent, denk je, oh, wat voor bloemen zouden hierbij gaan? En dan loop ik even naar mijn bloemenveldje. Dankjewel, Jesse. Welkom. Het gaat prima. Ik ben lekker verwend met verkleedpartijtje. En uiteindelijk kwam alles weg. Dus nu heb ik nog maar 1 ding op. Oh, hier is Julia, die heb ik ook niet gesproken. Volgens mij? Nou, iedereen gesproken. Oké. Ik moet wachten. Oh, ze gaat de andere kant op. Ja, hallo. Waarom blokkeer je de ingang dan? Hallo, Rosie. Oh. Sharon denkt, ik ga ook. Wacht, eerst de cadeautjes van Rosie. Dankjewel, Rosie. Wat zit hierin? Een Nova-lamp. Oeh, die zijn leuk. En een lentejurk met stippen. Oeh, thank you. Ik houd vandaag wel even bij deze outfit. Heb ik gisteren wel samengesteld. Zat paars in. Oeh, jij kan natuurlijk nu niet neerzetten. Dankjewel, Rosie. En dan gaan we even draai aan het rad. Ik weet niet. Oh ja, Sharon had hem gekocht. De heksenhoed komt weer terug. ik weet waar mijn geldbomen staan, Myrthe. Want ik plaats ze altijd op precies dezelfde plek. Maar ik bedoel, zeg maar, de gouden straal in de grond. Die ben ik aan het zoeken. Die ben ik nog niet tegengekomen. Dus als je die ergens ziet, laat maar weten. Oh, die wou je niet. Nou, ik heb liever de heksenhoed dan de molenbril.
Wow. Dankjewel. Dan ben ik vergeten wat ik ging doen. Oh. Komt iemand hier naartoe? Iem zegt, Rara, wie zou het zijn? Ik weet het niet hoor. Oh. Iem, kijk eens wat je Charon aandoet. Die zit nu onder water door jou. Een ambitieuze enthousiasteling. Ja, enthousiasteling past wel bij jou. Uit Paloma B. Rosie zit ook in het water. Annette is ook voor me aan het zoeken. Ik ben hem dus ook nog niet tegengekomen. Leon is ook aan het zwemmen. Iedereen is aan het zwemmen. Nou, drie dus, Charon. Niet twee, maar drie levens op de geweten. Komt ze aan hoor, prinses Roos. Oh, ze hebben ook cadeautjes mee. Jullie zijn zo lief. Komt u maar. Ik moet nog steeds wennen hè, dat het eilandje in het hoekje nu gekleurd is. Ik ben zo gewend dat die dus altijd zwart-wit was. Hier is een vlinder als iemand een vlinder wil vangen. Het is niet op het strand, hè? Nee. Waar is mijn gouden straal? Ik heb het idee dat ik overal ben geweest namelijk. Oh, hierachter nog niet. Oeh. Ja, je kan er langs. Of niet. Oh, hier heb ik ook nog een fossiel. Kan ik zo even langs het museum kijken of mensen nog fossielen hebben meegenomen. Dan kan ik weer nieuwe droppen. Bij feestjes horen cadeautjes. Nou moet ik denken aan Married at First Sight. Hebben jullie dat gevolgd dit seizoen? Met Monique en Aaron. En dan Aaron had dus een cadeautje voor schoonmoeder en een cadeautje voor zijn bruid. En dan met de huwelijksreis had hij ook voor elke dag een cadeautje. En op een gegeven moment werd Monique er echt helemaal gek van. Maar dan kwam hij weer. Ja, het is een feestje en bij een feestje hoort een cadeautje. Ik zou er ook heel erg ongemakkelijk van worden. Meert heeft het ook gezien. Ja, erg hè. Hier ligt onkruid. Dat kan ik meenemen. En een tak. Oh, en een fossiel. Maar die geldstraal nog niet. Im gaat me zoeken. Dat is niet een uitdaging. Als je kan zien op het stream waar ik ben. Dat mis ik wel. Als je dus mensen op je eiland hebt en ik sta stil, dan verschijnt dus rechts mijn kaartje. Ik zou het heel tof vinden als je stipjes op die kaartjes zou zien van waar andere mensen lopen. Maar dat bestaat helaas niet. Oeh, niet meer doen, stuk lopen. Is het hier ergens? Nee. Oké. Okay. Mijn eiland is een dolf. Annette neemt de nog niet geanalyseerde fossielen mee. Helemaal top. Even kijken. Ik weet niet of ik die al heb. Ja, die heb ik al. Wil je hem terug of moet ik hem op een kraampje droppen? Een kindertent. En de andere kindertent. Dankjewel. Oh, jeetje. Ik dacht, we zijn klaar. Nee hoor, komt nog meer. Op een kraampje, oké. Okay. Ik hoor iemand in mijn rechteroor, hoor ik verkleden. Even kijken. Openen. Hier zit in een cinnamon roll bank. Dan hebben we een cinnamon roll uitklapbord. En een cinnamon roll dienblad. Ik kan het nu alleen niet zien. Zijn het van die amiibo sets? Hoe kom je daar nu al aan? Jeetje. Het is niet roze, dankjewel. Maar dankjewel, Ian. Het lief. Ik loop even naar een kraampje toe. Want ik had er zelf natuurlijk nog één van de flessenpost. Ik drop ze bij het Nook kraampje hier. Links achter, twee nieuwe. Ik heb een boomstamzitje. En ik heb een bamboeboswand. Zo. Voor mensen die denken, die heb ik nog niet. Dat ligt daar. Goed, er is hier ook een plekje vrij.
Ja, heeft iemand mijn geldstraal al gevonden? Nee. Hierachter misschien. Hier ben ik nog niet geweest. Nee, ook niet. Ik snap er niks van. Ik heb echt... Oh, nee, kak! Nee, ik wilde dit pakken. En ik kan dit nu niet doen omdat jullie er zijn. Vet stom. Haat ik. Ik vind als er mensen op je eiland zijn en je kan niet terraformen, dan moet je ook niet het bestaande terraformen kunnen slopen. Dat vind ik echt niet eerlijk. Misschien is het hier. Ik ben hier nog helemaal niet geweest. Nee, ook niet. Nou, ik snap ook. Ik heb post. De Academy 81.000. En de vorige keer had ik ook 81.000. Dus ik ben maar een heel klein beetje omhoog gegaan qua punten. En ik heb een kaart van Whitney. Ik doe je dit schrijven toekomen omdat we het zo goed met elkander kunnen vinden. Ook waardeer ik open en eerlijke communicatie. Weet dus dat je met alles bij me terecht kunt, schat. Lekker zo ouderwets geschreven. Oké, ik kan het dus in mijn opslag zien. Kijk, Annette heeft er weer een nieuwe DIY bij. Oké. Tentjes in de opslag. Onkruid in de opslag. Liedjes! Oh! Chill! Raid! Oh, ik moet even blijven bewegen. Even bewegen, want er zijn mensen op mijn eiland. Raid! Hallo mensen van Jill! Ik ben Kim en ik stream vandaag precies een jaar op Twitch. Ja, Sharon schrok. Ja, ik schrok ook. Hoe is het met je challenge gegaan? Want ik weet van Jill dat ze Sims heeft gespeeld. En dat ze dus een nieuwe bouwchallenge heeft. Een soort van shell challenge met een twist. Hoe is het gegaan? Je huis is gewoon af. Moeten mensen nog steeds een lange arm hebben als ze bij jou gaan pissen? Of is de wc-rol verhangen? Ik stond even in de lurk toen ik mijn make-up aan het doen was. En toen was je bezig met die wc-rol. Dank jullie wel. Allemaal leuke skotreetjes. En het huis is gewoon af. Kijk, een jaartje, daar proosten we op. Meertje heeft de geldspot ook nog steeds niet gevonden. Nee, er is echt een speurtocht naar de geldvlek op mijn eiland. Die geldstraal, die hebben we nog steeds niet gevonden. En Brit Staal, dankjewel voor het volgen. Welkom. En dankjewel voor de felicitaties. Ja, ik zie er alweer goed uit. Nou, we hebben dus het eerste gedeelte van de stream, toen iedereen binnenkwam vliegen, heel veel verkleedpartijtje gehad. En uiteindelijk, de ene laatste was alles weg. En toen kreeg ik die bril en toen kreeg ik later nog die heksenhoed. Maar ik had de Nederlandse bril en ik had de bloemenkrans en ik had de Flappergirl hoofdband en ik had van alles. Oh, shout-out. Is er al een shout-out gedaan naar Jill? Ja. That's right. Oh. That's right. Brenda. Gefeliciteerd met 1 jaar Twitch waarvan ik alweer een half jaar sub bij ben. Dankjewel Brenda. Je mag een kleurtje kiezen. Rood, geel, groen of blauw. Ik krijg je een feestvlaggetje. Ja, doe maar nog een keer, Rosie. Een rode. Er komt een rood vlaggetje bij. That's right, that's right. That's right. Ik zie niks. Die bril is te donker. Zo. En Annie, ook een subje. Dankjewel, Annie. Welke kleur wil je? Hij kan niet op mijn hoofd vanwege die hoed. Groen. Annie wil groen. Dan krijg je groen. Oeh, Jill, dankjewel voor de bitjes. Feestje, feestje, feestje. Daar hoort natuurlijk een treintje bij. Gefeliciteerd met je 1-jarig jubileum. Dat er nog veel meer jaren bij mogen. Dat er nog veel jaren bij mogen komen. Trots op jou. Dankjewel. Heel lief dat je een treintje wilde starten. Maar we zitten nog in de cooldown. We hebben een treintje gehad. Ja, we hebben een cooldown. Oké. Hier is het vlaggetje van Brenda. Ja, maar dat weet Jill natuurlijk niet. Die was zelf aan het streamen. En het vlaggetje van Annie. Ja, het groen is een beetje donker, maar het staat er echt op. Zo. Brenda staat daar. Annie staat ervoor. Dankjewel voor je subjes. 3 uur. Maar doe maar rustig aan hoor. Oh, dat is over 10 minuten al. Geef anders maar een seintje wanneer je terugkomt. Gaan we gewoon nog eventjes verder spelen. Oké. Want ik had wat cadeautjes gehad. En als ik ze in mijn opslag gooi, dan kan ik ze zien. Even zoeken, want ik heb geen idee hoe het eruit ziet.
zie wel daar tentjes inderdaad. Die twee kleuren had ik nog niet. En... waar zoek ik naar? Oeh. Oh, die is schattig. Die is ook schattig. En er was nog iets. Ik weet het nu alweer. Waarom staat het niet allemaal bij de C? Ik heb geen idee waar ik nu naar moet zoeken. Oeh, deze. Die is echt leuk. Dankjewel. Op dit moment mogen alleen Switch-vrienden naar mijn eiland komen. Maar join mijn Discord en wie weet kan jij ook in de toekomst een keertje komen. Hebben we de geldschaal al gevonden? Oh, over 5 minuten is Jill terug. Nou, mensen, doen nog even je laatste dingetje, want ik gooi zo mijn eiland dicht. Want we gaan zo meteen wisselen naar de Sims. Had ik Annette een berichtje nog gelezen? Even terugscrollen. Een muntje naar het museum. Vanaf het museum en de stad naar rechts richting het strand. Oké. Ja, de geld... is er überhaupt? Er is toch elke dag altijd een gouden straal? Die is er toch elke dag? Ik snap het niet. Oh, daar. Helemaal 100 klingels bewaken. Dankjewel, Annette. Zit hij misschien hier ergens? Hier ben ik nog niet geweest. Nee, ook niet. Ik snap er niks van. Ja, als je aan het duiken bent, kom er alvast uit. Kom alvast uit het water. Oh, ik vind het wel leuk. Als we even een groepsfoto gaan maken. We gaan... wat is een leuk plekje? Wat is een leuk plekje? Zo hier voor de fontein. Past hier iedereen? Welke... ik wil confetti, want het is feest. Ik weet niet hoeveel mensen er op mijn eiland zijn. Even kijken. Wat wil ik doen? We hebben... Meerte, dat is 1. Sharon 2. Lianne 3. Annette 4. Rosie 5. Ibi 6. 6 mensen. Oké. Dus dan moeten we met z'n 7 hier zo meteen staan. Dat is niet de goede knop. Dat is ook niet de goede knop. Dat is de goede knop. Oké, serieus, Im, heb ik jou nou iets geleerd? Alledaags 1. Zijn we nou met 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie missen we nog? Rosie. Oh, Rosie komt klingels tekort. Rosie komt eraan. Oké. Dan pak ik alvast die. Oh joh, iets anders leuks is ook leuk. Gewoon een leuke... oeh, ik hoor Rosie omkleden op de achtergrond. Zit ik ook echt met die rietjesbril. Zo'n ding zou in het echt heel handig zijn met streamen. Dat je gewoon kan streamen en drinken tegelijkertijd zonder dat je je glas hoeft te pakken en zo. Dat is toch briljant? Ik denk dat je beter aan de andere kant, want je staat deels achter de boom. Kijk. Zo kan ik wel een foto. Ja. Oh, dat was ik zelf lopen. Nog een keer bewegen. Zo. En hoe maak ik een foto met een plusje? Oh, Rosie pakte net. Dit doe ik elke keer. Hier ben ik heel handig in. Zien jullie het? Oké, allemaal nog een leuke emotie. En dan gaan we een stukje naar links. En een stukje inzoomen. Zo, in 3, 2, 1. Leuk!
Dank jullie wel allemaal dat jullie wilden komen. Dank jullie wel voor de cadeautjes. Voor degene die cadeautjes hebben meegenomen. Ik hoop dat jullie ook lekker veel DIY's hebben gepakt. En lekker veel dingen van kraampjes hebben gedaan. Roosje gaat een dutje doen. Was zeker leuk. Ik ga jullie er allemaal tegelijkertijd afgooien nu. Oh, valt Roosie net weg achter hem, Cam? Oh, sorry Roosie. Maar je staat wel op de foto. Ik heb hem goed gecentreerd. Zal ik de foto wel later in Discord posten. Hoi Simswips. Het is weer zover met een gekke bril. Ja. Nou, deze valt nog mee. Ik had net een Nederlandse bril. Gelukkig is het een korte vlucht zonder vertraging. Iem zit weer in het vliegtuig. Het opslaan is voltooid. Dat is mooi. Jongens, ik zou zeggen... check je saldo. Check je saldo, uitroepteken saldo in de chat. Ik ga even alle lopende subjes die niet van vandaag zijn in het kattenbakje doen. Die vis ik er later wel weer uit. Jullie weten wat dat betekent. Oké. Ik heb alleen nog de subjes van vandaag hierin zitten. Want ik ga nu weer een dubbele subjes giveaway doen. Ja, en dan kom ik... Ja, nou ja, ik kom officieel wel uit Brabant. Maar ik woon in Noord-Holland. En Brit, wanneer ga ik weer live, jongens? We zijn pas een uurtje bezig. Ga je nu alweer vragen wanneer ik er de volgende keer ben? We zijn er nu! Hallo! Dankjewel, vensterbankje. Ik ga zo meteen het dubbele subjes giveaway doen. Eentje met de muntjes, dus daar kunnen jullie voor inzetten. En eentje met de oude subjes. Hier zitten alle subjes in. Iedereen die het afgelopen jaar gesubt heeft, zit er met één kans in. En iedereen die sinds de vorige... Facestream ook gesubt heeft, zit er met extra kansen in. Dus hier trek ik zo meteen één vlaggetje uit en diegene krijgt opnieuw een subje. Maar jullie mogen ook, ja, als Sharon nu weer wint. En deze Sharon heb je 2 keer gewonnen, nu is het de beurt weer aan iemand anders. Als de meme doorgaat, is er nu een andere persoon aan de beurt. Voor de mensen die me nog niet zo lang volgen, dit is de 5e keer nu dat ik een vlaggetje ga trekken uit deze bak. Eerste keer trok ik Bibi, tweede keer trok ik Bibi. En de tweede vlaggetje was degene die ze de eerste keer had gewonnen. Toen derde keer trok ik Sharon, vierde keer trok ik weer Sharon, waarvan de derde die ze toen had gewonnen. Maar ik ga zo meteen dus hier iemand uittrekken. Maar ik ga voor jullie ook de giveaway starten. Dat jullie dus zelf kunnen inzetten. Dat doe je zo meteen door uitroepteken inzet, spatie en een getal van 1 tot 100 in te zetten. Maar heb jij bijvoorbeeld, Epica heeft 32. Dan kan je niet meer dan 32 inzetten. Maar het maximum wat je kan inzetten is 100. Uitleg komt ook in de chat. Als de uitleg er staat, dan mag je gaan inzetten. 2 minuten de tijd. Sharon zegt, ik kan niet getrokken worden. Ja, giveaway is geopend. Kans maken, typ uitroepteken, inzet, spatie en een getal van 1 tot 100. Iedereen, ga je gang. En dan gaan we ondertussen... hier iemand uit grabbelen. Jojo komt op een perfect moment terug. Subje, een subje. En ik trek dit vlaggetje. Het is een oude. Oh. Het is nog een action vlaggetje. Asianet, kijk die mee. Fable Guy heeft gewonnen. Fable Guy wint een subje. En het was zijn subje van april. Zijn subje van afgelopen april. Dit vind ik grappig. Zo, komt hij er als het goed is elk moment aan. That's right, that's right. That's right. Gefeliciteerd Fable Guy. Jij hebt een subje gewonnen en je bent er nu denk ik niet. Ik zal wel jouw groene vlaggetje van vorig jaar vervangen voor een groen vlaggetje voor vandaag. Dus dan wordt het Fable Guy 9. En ondertussen is ook de giveaway gesloten. Dus ik ga zo meteen nog iemand blij maken met een subje. Hier is het vlaggetje. Oeh, hij werd donker. Ja. Hij heeft moeite met die donkere vlaggetjes, zie ik. Met die groene. Maar het vlaggetje van Fable, dat is die. Hij zit erbij. Daarachter. Oké, en ik zie dat de giveaway is gesloten. Dus ik ga nu kijken wie zich allemaal, wie allemaal meedoen. 18 mensen. Ik zie Willy Lazy Lady. Ik zie Just Wendy 10. Sharontje. Ik zie Simfips. Ik zie Miss Divi. Naomi Bot. Iem Streamt. Rosie Wozy. Binky the Dog. Danielle Wout. Myrthe Elise. Sims for Player 2002. Rowenia. Annie. Lianne 26. Jill Day 433. Epica de Skeleton Key en Brit Staal 2021. Jullie hebben samen 290 tickets ingezet.
En we gaan nu kijken wie de winnaar is. En de winnaar komt in de chat. Gefeliciteerd Naomi Bot. Laat je horen in de chat. Laat je horen. Jij hebt gewonnen. Ja, ik zie een ja. Gefeliciteerd. Ja, ik ga jou zo'n subje geven, maar je moet even wat hoger stijgen in de chat, anders kan ik er niet bij. Jij mag zo meteen ook spammen met de molenbril en de Kimpul hartjes. Mensen, spam even hartjes. Ze moeten even stijgen in de lijst, anders kan ik er niet bij. Dan komt er zo'n pop-up en de helft verdwijnt onder mijn scherm. Top, goed bezig iedereen. Alsjeblieft, subje voor... Oh, je kan hem verschuiven. Nou ja, Annette expert, that's right, hè? That's right. That's right. Gefeliciteerd. Welke kleur mag ik voor jou pakken, Naomi? Naomi zegt dankjewel. Het is je eerste subje ook. Dat vind ik leuk. Dat een nieuw iemand nu ook een keertje een emote kan gebruiken. Oh, echt. Ik heb echt het idee dat het vet donker is de hele tijd met die bril op. Ik zie blauw. We gaan een blauwe schrijven. Hier is jouw vlaggetje, Naomi Bot. Ja, donkere kleur heeft er een beetje moeite mee. Maar je staat erbij. Hey Nienke, welkom. En je staat achterin erbij op het potje. Gefeliciteerd met je prijs. Nou, we gaan zo meteen naar het tweede spel op het programma. Maar Jill denkt eerst, er kan nog wel wat meer bij. Ja, jij hoopt op de molenbril. Ik niet. Ik zou niet weten waar ik die nu moet laten. En het wordt de aardbeibril. Oké. Ik had eigenlijk gehoopt op iets wat niet bril was. Dan doe ik deze wel. Zo. En iets meer kleur. Kan ik iets beter zien. Oh, gefeliciteerd met je jubileum. Dankjewel. Ja, het gaat prima. Het gaat prima. Ik heb een prima dagje. En de beloningen. Ja, check even de panelen voor uitleg. Of check mijn Discord voor uitleg. Daar heb ik een heel kanaal. Wat heet Tickets. Ik heb de aardbeibril. Oh. Moody Lama. Nou, een perfecte naam. Zo voorbij de Sims. Dankjewel voor het volgen. Welkom. Ik ga nu voor Nienke draaien. En het wordt... De heksenhoed gaat weer af. Doei. Dat is ook een stoelendans voor die hoed. Op af. Ik ga zo meteen dus de Sims in. Maar ik heb dus geen idee... heb ik al gedaan, Annette. Ik heb dus geen idee wat ik ga bouwen. Ja, ik zie het. Ik zie je op de cam. Pik mijn plek maar weer in op de bank. Nou, ik heb geen idee omdat ik een opdracht krijg. En ik heb vorig jaar, wat was het? Augustus, september of zo. Toen had Jill had een 8-uur stream. En toen heb ik meegedaan in call. Ik heb van tevoren toen een kamer gebouwd. En die moest zij toen nabouwen op basis van instructies. Dus ze mocht niks zien. Ze moest het doen op wat ik haar vertelde. En dat gaat ze dus nu voor mij doen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heeft er heel veel zin in. Miepukki, nogmaals proficiat, dankjewel. En oh jee, Jill zegt echt, ik wens je heel veel succes. Wat heb jij voor mij gemaakt? Ik ga in call. Ik zit al in call, maar ik ga gewoon unmuten. Hallo? Oh, hallo. Zo, hallo. Hallo, hoor mezelf. Echo. Oh, even kijken hoor. Even nog snel iets posten. Ja. Dat was ik net aan het doen. Toen hoorde ik je al dat code in paniek. Nou, ik neem nog een koekje. Doe er eens aan. Oh, even een kleedpartijtje. Oh, nice. Roep maar als je zover bent. Ja. Oh, nou, dat gaat nog wel even duren als het zo doorgaat. Oh. Nog een keer. Yay! Molenbril. Oh god, nou kan je het ook roepen natuurlijk. Nee! Is het molenbril? Het is het molenbril! Ja! Yeah! Oh mijn god! Nee! Klippen jongens, klippen! Dit moet een hoogtepuntvideo. Deze was echt mooi. Ja, ik heb jouw streamgeluid uitstaan, want anders hoor ik en mezelf en ik hoor jou. Ja, ik weet het. Dat had ik vorig jaar toen ook bij jou. Ja. Dus nu ga jij last hebben van die streamvertraging. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. En of ik een beetje goed kan uitleggen. Zo, prik hem bijna omhoog. Zo, ja, ik zie het. Dat is prachtig. Draai maar aan mijn molentje. Draai maar aan het molentje. Tralalalala. Zo! Wat? Alle wind!
Oké, dat was heel flauw. Oké. Oh, jij ziet citrientenverzaking. Ik denk bij jou thuis of zo. Nee, van jouw molen. Van jouw molen kwam een wind af. Oké. Okay. Nee, ik word niet gespaard, ik moet nog een keer draaien. Alles weg. Grijs. Grijs. Oh! Nee, je gaat hier weg. Nee. Doei. Dankjewel, Iris. Nou. Bedankt, Iris. Ga ik deze weer wisselen. Want hier zie ik kleur. Deze is donker. Zo. Oké, ik hoop echt dat ik goed kan uitleggen. Ik denk het namelijk niet. Dat is echt ellende. Oh, mag ik het even? Nee, Binky! Lekker Binky niet. Molenbril. Ik heb ook echt jouw huis gebouwd naast het vader. Nou, die gaat weg. Oh, nou, het wordt steeds rustiger. Ja, komt ook nog. Molenbril. Oh, zo dicht bij alles weg. Hij ging er zo voorbij. Kroontje. Nou, dat vind ik altijd leuk. Die strik met het kroontje. Want dan kan ik die precies zo in het midden doen. Ja. Oké, is het nu klaar? Kunnen we nu beginnen? Je moet even wel een groot kavel pakken. Want je wilt natuurlijk dat huis... Oh, dat gaat natuurlijk niet. Kan ik dit opslaan als een kamer? Ja, dan moet je de kamer selecteren. Want je hebt zeg maar kavel. Maar als je de kamer selecteert, dan krijg je ook ruimte opslaan. Ja, oké, maar het is iets meer als één kamer. Oh, is het allemaal dicht? Dat er twee kamers zijn ontstaan? Ja. Ah. Of ik moet even de deuren eruit halen, dat kan ook. Ja. Wacht, doe ik dat even sneller. Daar had ik natuurlijk even over niet aan. Maar dan doen we gewoon, dan moet jij daar gewoon een deur in plaatsen. Dat is niet zo erg, toch? Nee. Want anders als ik jouw huis download, dan vervangt hij hem voor wat ik heb neergezet. Dan kunnen we niet vergelijken aan het einde. Oh, kut. Ja. Maar, oh, dan moet ik even gewoon muurtjes weghalen. Oké, waar de muurtjes dan weg zijn, daar komt dan een... Een muur. Een deur. Oké, ja. Ik heb er ook een tuin bij, maar dat kan natuurlijk niet dan. Kut. Wie heeft deze challenge überhaupt bedacht, Jill? Ja, joh, ik denk daar toch allemaal niet over na. Kan ik hem nu... Oh nee, dat doet hij gewoon... hoe doe je dat nou? Ik was kamer uploaden! Wat ik net heb laten zien... Ja, wacht, je hebt streamvertraging. Oké, als je zeg maar hierboven bij het mapje zit... dan heb je natuurlijk gewoon alleen kavel opslaan. Oh, maar ja. Als je eerst de kamer selecteert... dan kan je dus ook op kamer opslaan. Oh, ja. Oh, dat is jammer. Oh, en ik had meteen het ook zo mooi gemaakt. Een leermoment voor iedereen die aan de challenge van Asianet gaat meedoen. Die staat bij mij trouwens hier. Oh, en ik had zo'n mooie tuin gemaakt erbij. Nou, dan die moet je er maar... Die maak je er gewoon maar bij. Dat komt goed. Oké. Oh, want die kan er. Maar je moet even een grotere kavel pakken, want anders dit is past te klein? Oké. Dan doe ik hem ondertussen alvast even uploaden. Oh, wacht, ik kan deze van weg. Is 40 bij 30 prima? Of wil je 50 bij 40? Pak maar gewoon de grootste. Zo groot wordt het niet hoor, maar het is natuurlijk dat het erbij komt te staan. Ruimte opstaan. Doe even hashtag kimpels. Okay. Oh, ik heb geen internet. Oh. Oh. Oké. Ja. Oké, ik ben er. Oké, ik ook. Oké. We beginnen met een muur, neem ik aan. We gaan beginnen met een muur. En, dit is heel moeilijk met vertragen, maar dat komt goed. Ja, bouw maar gewoon vanaf het midden, maar dan moet je hem, als die klaar is, moet je hem gewoon even aan de kant schuiven. Oké. We beginnen met waar je binnenkomt. Dat zijn twee horizontaal. En dan, die zet je neer. Dan ga je twee verticaal en allebei de uiteindes van de zijkant, zeg maar. Gewoon naar boven. Ja. Ja, en dan doe je 1, 2, 3, 4. Oh, pardon. 5 keer naar links. Oh, naar links. Oké, vanaf hier. Maar dan schuin links, zeg maar. Schuin links zo? Schuin links naar boven. Oh, naar boven. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ga je 1...
Oh, wacht even. Even kijken hoeveel het over zijn. 1, 2, 3 naar boven. 1, 2, 3. Ja. En dan ga je rechts naar boven. 1, 2. Wat, rechts naar boven? Hier? Ja. Ja, vanaf dat punt waar je net bent gestopt. Oh, daar? Links bovenin, zeg maar. Oh, je bedoelt zo, rechts naar boven. Ja. Ja, jongens, drie vertragingen. Ja, ja. En dan 2 naar rechts. Ja. En dan ga je naar beneden. 1, 2. Rechts naar beneden. Oh, ja. Schuin rechts naar beneden. Oké. En dan ga je gelijk weer rechts naar boven. 2. Ja. En dan ga je 1, 2 naar rechts. Ja. En dan 1, 2 schuin naar rechts beneden. Ja. En dan 3 naar beneden. 1, 2, 3. En dan ga je gelijk aan uitkomen, zeg maar, weer links naar beneden met waar je gestopt was bij het begin. Oké, okay. Oeh. Oeh. Ja, dat is de buitenkant. Oké, okay. Dan gaan we de kleur van de buitenkant gaan we al doen. Oh god. Ramen zo komen zo meteen. Even kijken, moet ik even kijken welke we hebben. Dan ga je filteren op het wellnesspakket. Yes. En dan pak je de kleur die jij het allermeeste gebruikt. Van alles. In het wellnesspakket. Ja, filteren. Doe je even op de kleur. Die ik het meest gebruik? Ja. Die kleur zit nu ook op je hoofd. Die gebruik ik niet het meest, maar ook. Oh god. Ja. Dat vind ik zo'n heftige muur. Ja, en die gaat overal. Binnen ook of alleen buiten? Dan gaan we naar het plafond. Het plafond komt in dezelfde kleur. Zeg maar de bovenkant van het huis. Ja. Dat vind je wel leuk. Oh nee. En dan ga je, ja, dan pak je Iem haar favoriete kleur. In hetzelfde vloertje. Oké. Okay. Hetzelfde vloertje. Oh, wacht. Moet ik dan... Want ik weet niet of je dat ziet als roze. Oh, ja, oké. Okay. Dit is een andere. Ja? Ja. Dan gaan, moet je even je op G drukken. Ja. En dan ga je vanaf links... Ga je waar linksboven in de hoek eindigt van de onderkant. Hier? Daar doe je roze. Links? Ja, daar ja. Ja, oké. Okay. Eentje naar rechts. Eentje naar boven. Ik ga het snel zeggen. Ja. Oké, okay, even kijken, waar ben je nu? Ja, oké. Okay. Eentje naar boven. Ja. Eentje naar rechts. Eentje naar rechts. Eén naar beneden. Eén naar rechts. Eén naar beneden. Naar beneden. Naar beneden. Naar rechts. Naar beneden. Je gaat weer terug omhoog. Daar doe je niks, want daar zit al wat. Je gaat naar rechts. 1 naar boven. 1 naar boven. 1 naar rechts. 1 naar boven. 1 naar boven. 1 naar rechts. Naar beneden. Naar rechts. Naar rechts. Naar rechts. Een pulsje. Ja, dat is hem. Echt leuk. Dat is de buitenkant. Oké. Okay. Oké. Okay. Wil je met het moeilijkste beginnen of met het makkelijkste? Weet ik niet. Oké, okay, laten we met de voordeur beginnen. Ja. Het wordt een bruine deur. Oh nee. Die over het begin, over alles heen past. Eentje van het basispakket met veel ramen erin. Een dubbele deur? Oh, hier zit ook veel ramen. Hij past over heel de muur heen. Oh, wacht even. Wacht, ik vergeet wat te zeggen. De muren die staan op 2. Op de middelste normale muur, zeg maar. Dus geen lange muur, geen korte muur, maar een normale muur. Veel ramen. Oh jee. Dit is veel ramen. Maar die is... En hij past over het hele ding. Hij past over het hele ding, Kim. Ik snap het eens. Oeh. Ja, oké. Of... Of, hier zit ook veel ramen in.
Die past niet. Ik ga dan denk ik voor... Jeetje, maar die is allemaal bruin. Ik ga ook voor bruin. Donkerbruin. Is dit bruin of is het zwart? Dit is zwart, hè? Het is bruin. Het is bruin, is het. Ja, ik heb een roze bril op, dus... Ja. Oh, heb ik zwart? Hier zit blauw bij. Hier zit ook zwart bij. Dan gaan we voor lichtbruin. De deur is helemaal bruin. Oké. Okay. Oké. Okay. Als hij bij mij niet binnenkomt, Evie, kan ik er niks mee. Oké, okay, we gaan een kleine tuin maken. Ja. We hebben geen achtertuin, maar een voortuin. Ja. En die tuin, die is gericht op... Wat voor pakket is dit? Gericht op mensen die lekker voor in het tuintje zitten. En we gaan een bank pakken. Een buitenbank. Is het een buitenbank trouwens? Weet ik eigenlijk niet. Even kijken. Het is bij comfort. Een comfort. Bankstellen. Bij bankstellen staat die. Ja. En dan is het een bank die comfort 2 oplevert. Het is een lichtbruine bank met 2 kussentjes aan de zijkant. Heb je Move Objects trouwens aanstaan? Ja. Oké, top. Comfort. En het is een lichtbruine bank met wit. En de kussentjes zijn een beetje geel. De kussens zijn wit, maar met gele bladeren en iets blauws erop. Wacht. En je zet hem... voor die? Even kijken hoor. Je zet hem als het ware... één stukje... als je de deur hebt als het ware... Dan zet je hem één stukje ertussen... En daar zet je hem dan daarnaast neer. Oh, naar beneden. Ja. Ja. En de kussens zijn wit. En... En de andere kussens zijn wit met geel. Bril op. Oké. Okay. Ik doe dit. Ik weet het niet. Ga je deze nemen? Is het deze? Hier zit geen bloemetjes op. Maar dit is ook een comfort 4. Dus ik heb... Die, maar dat is een binnenbank. Oh, die is ook comfort 4 ook. Die. Dat is ook... Ja, ik heb maar weinig keuze. Niet te lang twijfelen. Nee. Niet te lang twijfelen. Okay. Okay. Dan gaan we even kijken hoor. Want dit heb ik, hier heb ik heel erg mee gestruggeld. Volgens mij heb ik de muren gepakt. En dan aangepaste ruimtegereedschap heb ik dan gepakt. Dan ga je... De vatten? Ja, gewoon de muren met die puntjes ertussen. Dus gewoon muren bouwen. Oh, ja. Okay. Nieuwe muur. Ja, dat doe Nieuwe ik bijna nooit. Die. Ja, oké. Okay. De derde. Ja. Dan gaan we vanaf de voordeurkant... Gaan we er eentje naar links. Ja. Dan klik je erop. Dan ga je eentje naar boven. Doe je weer een klikje. Dan ga je met de breedte van de bank mee naar links. Ja. Dan ga je eentje naar beneden. En dan weer eentje naar links. En dan doe je de muur tot aan... de muur, zeg maar, daarboven. Oké. Okay. En dan neem je de muur ook weer mee, naar rechts. Je vult hem, zeg maar, helemaal in als het ware. Oké, okay, ja. Ja, ja, dat doe je. Dan druk je op de dinges, op het kaveltje, en dan gaan we platformen maken. We gaan platformen maken. Ik moet even kijken hoe hoog die precies zit. Ik heb dat ooit één keer gedaan. Platformen 2 keer naar boven, denk ik. 2 boven de bank, zeg maar. Ik zei dinges, hè. Dat is erg moeilijk. Ja. En dan, ga je de... dan gaan we naar de dinges. Okay. Dan ga je de muren verwijderen ervan. Wacht. Nee. Platform moet je maken. Een platform. Dus dan moet je op de pijltjes... Nee. Je zit goed. Op de dinges klikken. Ja. En dan... Op de kavel klikken een stukje. En dan zie je die waar je de kamer kan roteren. Daar zie je het pijltje naar boven en naar links. En dan doe je naar boven. Ik denk een stuk of 2 of 3 keer. 3 keer denk ik. Ja. En dan halen we even de muren weg. Want dan weet ik of ik het goed genoeg heb gedaan. Oh ja. Streepvertraging. Zeg maar, alle muren moeten van weg, van daarbuiten. Oké. Okay. Ja,
Ja. En dan denk ik even kijken hoor, dat de platform nog 2 keer naar boven moet, denk ik. 2 of 1 keer. Maar dan moet ik even kijken. Dit is 2 keer. Hey Ezinet, je vriend heeft net een stukje gewonnen. Ik denk 2 keer. Ja, 2 keer. Oké. Okay. Top. Dan... hier nu, zie ik ook. Dan gaan we een platformtrap daarvan links maken. Dan kom ik... Ja, plafond. Ja, plafond moest even weg. Ja, oké. Okay. Platformtrap gaan we daarnaast maken. Van 4 vakjes. Als het ware. Dus je gaat... 4 kleine platformpjes moeten maken. Wat een soort trappetje naar boven wordt, als het ware. Waar dus de Sims daarbij naar boven kunnen komen. Dus je moet 4 aparte platformpjes hebben. Dat is 1. En die zet je links. 2. Links naast het, platform. Die komt al daar. Dat is 2. Nee, dat is niet de bedoeling. Terug. Joe, terug. Ja, dank u. Het is zo grappig hoe jij anders denkt als ik dat denk. Dat is echt heel grappig. Oh, het is nu al fout? Nee. Maakt niet uit. Maar het ziet er zo ook wel leuk uit. Ik hoop dat je 10 uur hier is. Dit is echt het meeste werk. Oké, op de trappetjes komt de meest basishouten vloer naar boven. Een donker houten vloer. Het is de eerste vloer die je ziet. Ja. En dan verticaal moeten de strepen. Nou. Oké. Ja, ik had zijn vlaggetje getrokken, Ace, net uit het bakje. Even kijken, dan moeten we de platformen natuurlijk nog een kleurtje geven. Dus je gaat weer even naar de platformen bouwen. En dan pak je gewoon... even kijken welke dat nou precies is. Deze. De geverfde pracht. Ik doe dat even makkelijk voor je. Die doe je zeg maar overal. Die doe je op de platformen. Je moet naar je muurtjes gaan, waar je muurtjes bouwt. En dan onderaan staat platformranden. Oh, die hebben je op aparte randen gekregen? Die hebben aparte randen gekregen. Oh. Geverfde en dan heet die pracht. Geverfde pracht. Oh, daar. Ja? Ja. Oh god, zoveel kleuren. Die gebruik je punt. Nee. Gebruik maar gewoon een witte, beetje rechtsonderin. Rechtsonderin. Die mag je weten. Ja, de standaard kleur die je nu hebt. Ja. Oké. Okay. Ja. Dan gaan we een mooi grasveldje maken. Boven het bankje. Trap ook? Ja, trap moet ook inderdaad, ja. Ja? Dan gaan we gras pakken. En dat gras komt overal op daarboven, als het ware. Geen idee hoe goed gras is, maar oké. Daar komen mooie plantenbakjes tegen de muur aan. En de plantenbakken die vind je bij decoratie. Oh, ja. En het is een plantenbak met 2 met ijzeren poten. Met een bruine bak. En er zitten, even kijken hoor. Er zitten 1, 2, 3, 4, 5 verschillende bloemsoorten in. IJzeren poten met een brede bak. Ja, een brede bak. Die. En daar komen er 2 van boven te staan. En dan een beetje synchroon, een beetje zo, ja. Oké. En dan komt er tussen... Tussen die plantenbak komt een lampje te staan. Oh, daar moet wat tussen. En dat lampje vind je bij buitenlampen. Waar staat die nou? Oh, daar zo. En het is een lampje met een... het is een lampje die aan een paaltje hangt. Een wit lampje. Een soort lampion. Nou, niet een lampion. Maar het is een... Die. Sinterklaasstof met een lampje eraan. Sinterklaasstof! Ik ga voor die. En die lamp die komt ertussenin te staan. En die komt ook op de hoekjes bij de bank bovenop het gras te staan. Oké. Okay. Hoe komen ze die trap dan af? Er is nog wel wat ruimte ernaast. Oké, okay. Draai. Nou, ik vind het gewoon goed.
Bye. Zo. Oké, okay. Dan gaan we naar naar bouwdinges en dan gaan we naar buitenplanten. Ik zeg heel veel dinges. Ja. Bouwcatalogus en dan gaan we naar de bomen. En dan pakken we bloemen. En de bloemen worden hele wilde bloemen. En die komen overal, want we zijn heel slecht in de tuin onderhouden. Dus er zijn heel veel wilde bloemen gesignaleerd daarboven. Oh, daarboven, oké. Ja. Dus daarboven komen heel veel wilde bloemen. Gewoon totdat het vol staat. Niet, het hoeft niet op elk vakje hoeft er wat, maar gewoon totdat het redelijk vol staat. Ja. Beetje Animal Crossing achter dit. Als je een week niet op je eiland bent geweest. Ja, precies. En dan zijn er ook nog komen binnen. Bloemen die heel veel plezier hebben. Oh jee. En daar zijn er drie van. Plezier, plezier, plezier. 1, 2, 3. Nou, dit was de buitenkant. Oké. Okay. Top. Dat sounds een beetje like het hoekje van mijn eiland, zegt Ace. Dan gaan we de ramen plaatsen. Ja. Er zijn, even kijken. 1, 2, 3, 4, 5 soorten verschillende, 6 verschillende soorten ramen. Ik snap nu hoe moeilijk het was voor jou toen ik het vorig jaar voor jou deed. Jij zegt dingen te zeggen en je vergeet gewoon de helft alweer. Ja, volgens mij, ze zijn allemaal wel van sneeuwpret. Oké, dat maakt het makkelijker. Dat was bij jou dan ook makkelijk. Ze zijn allemaal van sneeuwpret. Ja. Jij was toen niet van sneeuwpret, maar van... Magisch Rijk. Magisch Rijk. Oké, dan gaan we naar de linkerkant van het huis. Ja. En daar komt één groot raam van sneeuwpret. Ze zijn allemaal gewoon nog bruin hoor. Zelfde kleur van de deur. Oké. Eén groot raam, die komt als het ware... Er komt een groot en een klein raam aan de linkerkant. En het grote raam komt rechts en het wat kleinere raam, maar het is nog steeds wel een groot raam, die komt links. Dus eentje is groot in de breedte en eentje is groot in de lengte. En dat komt op de schuine muur. Ja, ik had toen Magisch Rijk. Ja. Toen de tijd. Oké. Oké, dan draaien we de bocht om. En dan heb je de rechterkant op. Gaan we weer naar de schuine muur. Ja. En op die schuine muur, daar plaats je weer zo'n hetzelfde grote raam in de lengte als die je er net hebt gehad. Dus het grote lengte raam. Oké, dan hou je... Even kijken hoor. Ik vond ook even sneeuwpret erbij, dat is iets makkelijker. Net alsof je in de auto zit met rijden bocht om. Even kijken, dan pak je, hou je nog steeds datzelfde raam, hou je vast. Ja. En dan gaan we het bochtje weer om. En dan kom je bij het tweede bollige stukje uit van het hartje aan de bovenkant van het huis. Hier. Kijk, jij zit aan de andere kant van mij. Ja, en dan aan de binnenkant van het hartje, dus het V'tje zeg maar. Ja. En dan aan de linkerkant, daar doen we er twee op elkaar. Dus je doet er eentje hoog en eentje laag. Eentje hoog, eentje laag. En er is een supje. Annette heeft een supje gegeven aan Ace net. Suppie. Uitroepteken feestvlag. Dan ga ik een vlaggetje schrijven, Denise. Dat is wel leuk. Hebben ze allebei een supje gewonnen vandaag. Fable en Denise. Koppelgoals. Koppelgoals. Zo lief. Kijk, wow, dankjewel Annette. Blauw. Ja, ik had het echt kunnen weten. Bij sommige mensen vergeet ik gewoon dat ik het niet meer hoef te vragen. Het zou ineens een twist zijn als iemand een ander kleurtje zou willen denken. Hé, Jeanette. Die. Dankjewel, Annette. Echt lief. Vlag, 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 vlag. Ja. Terug naar de ramen. Zo. Ja? Ja, oké. Daarin, in dat raam, we gaan drie ramen eigenlijk creëren in één. Oh, heb je daar een raam extra bij geplaatst? Ja, nee, ik doe dit al fout. Dat heb ik al door. Oh, oké. Ja, zo ja. Oké. Dan komt er een keer een twist. Oh, dan jeetje. In het rechtse stukje. Ik hoor je niet. Ik hoor that's right. Oh. Annette gaat nog even door. That's right. Sven krijgt ook een subje. Jeetje, Annette. Je hebt al 19 abonnementen hier gedaan. Oh, ik heb niet goed getypt. Feestvla. Facebook. Lekker. Tipje voor Sven. Ja, Annette is echt te lief. Oh, ik moet inderdaad die BTT-emotes nog installeren. Dan kan ik de catje hem ook zien. Ik denk dat Vlaam met hagelslag. Oeh, ja, inderdaad. Zitten er sprikkels in? Chocoladebolletjes erin. Sven.
Sven, wakker worden. Hij zit wel in de lurk, denk ik. That's right. Oh! That's right. Oh, Annette! That's right, that's wat een right, lieve schat ben je toch ook, Annette! Hè? Annette! Ook nog een zipje voor Mijke. Is Mijke er? Jeetje. Annette, denk ik wel een mooi rond 20 getal in plaats van 19. Nou, Sven en Mijke, jullie mogen kleurtje kiezen. Rood, geel, groen of blauw. Oh mijn god, het gaat maar door, ja. Oh, en ook nog een beetje van Nienke. Dankjewel. Zijn jullie wat aan het proberen? Geen flauw idee. Ik denk dat het nog... Is het te vroeg? Ik heb geen idee of het te vroeg is. Zou kunnen. Ik weet niet hoe laat het eerst was. Ik weet ook niet wat ik heb ingesteld. Dan ga ik even kijken. Ja, wel per 1 uur heb ik hem ingesteld. Bij mij is 1 uur cooldown. Maar ik hoor het wel. Als Mike of Sven er zijn, dan hoor ik wel welke kleur ze willen. Precies. Oké. Okay. Ja, je kan het instellen, Denise, in je affiliate settings. Oké. Okay. Okay, dan gaat er op de rechtermuur een raam komen met heel veel vierkantjes erin. Maar dan wel het allerkleinste raampje ervan. Oh, nog steeds nee. In sneeuwpret, moet je kijken. Die is groter. Die komt een beetje in het midden te hangen. That's right. Ja, nu is het wel een high train. Mimpukki! Oké, ik ga voor die. Zipje voor Isa! Kijk, Isa is er. Welke kleur wil je, Isa? Ging naar links, Kim. Oh, pardon. Is dat niet goed? Moet hij hier? Nee, in het midden. Rechte muur links. Ja, daar. Ja, ja, daar. Rechtermuur links. Dit is rechts voor mij. That's right. That's right. That's right. That's right. Niet rechts. Oh. En Iem krijgt ook nog een sipje. Isa wil geel. Jeetje. Isa geel. En Iem, ik heb geen roze nu. Isa. Pizza met 1, 2, 3 aardjes. Pizza, pizza. Lekker, lekker. Isa pizza. Rood. Ja, rood is er. Vandaag is rood, de kleur van de vlaggetjes. Vandaag is rood, rood hoort te zijn. Oh, jeetje, dankjewel Epica. Pitjes van Epica. Hier is het vlaggetje van Iem. That's right. Oh, that's right. Chill. That's right. Daarachter zit Iem. Daar zit Isa en Esmee. Nou, roep een kleur. De cadeautjes gaan maar door. Dankjewel, Jill. Alsjeblieft. Oh, Annette zegt, ik heb bijna 900 tickets. Wat ben jij van plan? Ja, dat doet ze gewoon. Daarom doet ze die subjes. Oh, ja, daar krijgt ze natuurlijk ook tickets voor. Het wordt lekker druk in het subpotje, inderdaad. En dan zijn dit alleen de subjes van vandaag. Want die andere had ik er net even uitgehaald, die nog gelden. Rood, geel, groen en blauw zijn er. Annette, wat weet je plan? Echt zo, shh, Jill. Sorry. Nee, dat zegt Annette tegen jou. Oh. Oh, de kleur. Er is een clipje hoor. Van mij? Ja, met je vandaag is rood. Oh god. En Smee wil blauw. Daar is die. Zo, dat zijn de subjes. Ja, inderdaad. Im zegt, ik moet weer even genoeg clip voor de hoogte... Hoogtepuntenvideo. Ik had in februari niet zoveel clipjes, dus dat wordt een korte hoogtepuntenvideo. Dus lekker clippen, mensen. Oké, ik ben weer zover. Ja? Ja. Dan ik ook. Oké, dan gaan we. Gaan we weer naar links de bocht om. Ja. Oh, het is trouwens heel grappig. Nee, is het wel goed. Oké, nee, ik dacht even weer toch. En dan hoe we die 2 ramen, 3 ramen hebben gemaakt, dat doe je ook op die muur die links staat, als het ware. Ja. En dan doe je ook op die muur die nog rechts is. Oké. Ja, dan gaan we weer naar links. Dan pakken we de grote ramen van Sneeuwpret. En dan doe je dus ook 3 ramen maken, maar dan over de gehele muur verspreid. Dus dan heb je 2 grote ramen van 3, als het ware. Maar je hebt een kleine raampje, had je daar per ongeluk geplaatst, hè? Die moet weg. Oh, help je me? Oh, sorry! Vind ik niet erg.
Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Dat is de buitenkant. Dat is echt leuk. Jouw gedachte is helemaal anders dan die van mij. Oh, nee. Oké, okay, dan gaan we naar de binnenkant. Ja, dankjewel, Riri Shelle, voor het volgen. Oké. Okay, ja. Jij kan er nu wel natuurlijk gewoon deuren in zetten. Ja. Zo. Okay, dan zet ik mijn deur ook even terug. Want dan weet ik waar we dat weer gaan doen. Oké. Okay, dan gaan we even kijken. We komen binnen aan de bovenkant. Natuurlijk, hè? Daar zijn we. We zijn binnen. We zijn binnen. Binnen. Ja. Oké, okay, dan komt er een slaapkamer, een badkamer, een eetgedeelte en de keuken en een woonkamer. Hierin? En, ja, hoe groot hierin, is kan... dit? Dat is hier, kan je prima wonen. Oh, wel, maar wat we gaan doen, wel meer dan 100, oké. Okay. Is, we gaan muurtjes neerzetten. En de muurtjes die komen... even kijken hoor. We gaan aan de linkerkant beginnen. En linksbovenin komt er een slaapkamer. Ja. En, even kijken hoor. Het is 1, 2. Vanaf linksbovenin, zeg maar, in het, als je het rechterkant... Hoe ga ik het uitleggen? Okay. ja, blijf zo staan. Even kijken. We gaan... even kijken. 1, 2, 3. Op de derde muur van links... Daar komt je even jouw pijltje te staan... Ja. En dan gaan we 2 rechts schuin naar boven. Je moet die eronder hebben. Die eronder hebben. Links onder. Oh ja, oké. Okay. Nee, wacht. Terug. Wacht. Terug. Je gaat naar je deur. Je gaat naar je begindeur. Naar de voordeur. We zijn bij de voordeur. Ja? Ja. Dan heb je die 2 stukken naar boven. Okay. Ja. Ja. Dan 1, 2, 3 links naar boven. En vanaf daar... Gaat zeg maar 2 muurtjes naar rechtsboven. 2. Ja. En dan klik je hem daar. En dan doe je 2 naar rechts. Ja. En dan doe je naar boven, zeg maar, tot aan de bovenkant, zeg maar. Dus aan waar de muur eindigt. Ja. Dan blijf je daar met je muis daar in dat veetje, zeg maar, als het ware hangen. Sorry. Ja. Ja. Dan ga je... 1, 2, even kijken, dat zit er al natuurlijk. Eentje, even denkbeeldig naar boven en dan ga je naar links. Eentje. Ja. En dan doe je vanaf het hoekje. Je gaat nog naar links, vanaf daar waar je nu bent. Ja. En dan trek je van boven naar beneden tot aan de muurstreep. Zeg maar een muur. Oké. Okay. Ja, die trek je van boven naar beneden helemaal door. Je krijgt er een dood, je hebt er een doodhoekje waar geen ruimte zit. Die moet even gewoon dood. Oké, okay. Zo, ja. Oké, okay. Dan waar je zeg maar die 2 horizontale hebt staan, daar komt een halve muur te staan naar rechts. Dus er komt een extra muurtje naar rechts. Waar? Ik zat heel even tussen de chat te lezen. Ja. Waar je nu staat met je muis. Ja. Dan ga je aan het einde staan van die muur en dan pak je een halve muur. En dan moet ik even kijken hoe groot die halve muur is. Is het zo? Oh, dit is eigenlijk ook wel leuk. Ga even kijken, ga ik even een vlaggetje schrijven. Ja hoor. Deze is oké, top. Het is de medium halve muur 2.0. Top. Die doe je 3 naar rechts. Maaike! Sorry. Hier steken we er... Ja? Oké. Okay. 1, 2, 3. Oké. Okay. Ja. Hoe lang heb je voor dit trouwens gepland? Ik heb hierna gewoon iets wat kan beginnen wanneer... niemand hoeft in call. Dit zijn de muren. Ja? De binnenkant muren zijn klaar. Oké. Okay. Dan gaan we denk ik maar beginnen met de slaapkamer. Die zit links bovenin het hartje. Ja. Hoe dan? Hoe? Hier zit een slaapkamer in. Oh, we hebben ook nog een deur nodig natuurlijk. De deur die zit in het midden. En het is een zwarte deur van het basisspel. En die zit gewoon in het midden van die 2 basisspel. Muren. Zwart. Ja, het wordt inderdaad gewoon een huisje rond. Ik was even benieuwd naar het vraagteken. Oh ja, vraagteken jou. Ja, oké.
En diezelfde zwarte deur, die komt in de slaapkamer naar het kleine kamertje, want daar is de badkamer. Ook in het midden? Nee, die komt gewoon rechts aan de muur. Oké. Okay. Ja, dat zijn de deuren van het huis. Ja. Oké. Okay. Dan gaan we de slaapkamer beginnen. Die zit linksbovenin, die je dus net had. Oké. Okay. De kleur van de vloer, die luidt als volgt. Het heeft 3 verschillende kleuren. Nee, dat is niet waar. 4. Een beetje gelig, een beetje roze, een beetje donkergrijs en een beetje lichtgrijs. En het is een... Onder welke categorie valt dit? Iemand die wij kennen, die gebruikt dit logo. Ja, zo vermoed ik al, de Tessellate-vloer. Even kijken wat ik nou ga doen. Roze en geel. Maar deze is... Maar dit is de tapijt. Misschien bedoel je de hout. Oh, je zit aardig goed in de buurt. Die komt niet in de kleur. Soms moet je voor je eerste ingeving gaan, Kim. Oké, ik zeg... Oké, dan gaan we naar de muren toe. Ja. Dan gaan we een muur uitkiezen met een pastelachtige roze-oranje kleur. Waarbij... Daar, hoe noem je die dingen? Die strepen aan de onderkant en aan de bovenkant flinten, van het ding? Ja. Ja, die zijn wit. En die komen aan de muurkant. Even kijken, van de deuren. Dus waar de deuren zitten, daar komt die kleur. Op alle twee die muren. Oh, oh, ik wilde niet. Ja. Aan de kant van de deuren komt die. Ja, ik, was even, ik had er 2 naast elkaar gezet. Ik wil even testen welke kleur ik wilde pakken. Okay. Dan gaan we de andere muur doen. Ja. En die doen we even gewoon in 1 keer zo. Dat is makkelijk. En ik had van de week het over een diertje in Kal. Wat voor diertje was dat ook alweer? Pinguïn. Die komt op de muur. Mijn pinguïn behang? En het komt een beetje in dezelfde kleur als iets van de vloer. Maar welke kleur het daarvan is, dat zoek je zelf uit. De kleur matcht straks ook met het bed. Dus dan weet je straks of je goed zit, ja of nee. Ik weet niet van welk pakket die is. Gewoon van het basispakket. Ik kan me nu geen pinguïnbehang bedenken. Op dit moment. Een heel klein streepje maar pinguïnbehang. Het is niet dat heel de muur vol met pinguïns zit. Dan is het misschien deze. En het is een behangetje. Het zijn allemaal dino's. Hier. Het zijn ook allemaal dino's. Met Spooktober. Beter een pinguïn in het hartje dan spinnen in het hartje, ja. Ik weet het niet. Hier zit geen pinguïn op. Ik weet zeker dat het pinguïns zijn. De pinguïns zitten aan de bovenkant van het behang. Is leuk, hè? Dit had ik dus met de kippen vorige keer. Dit had ik vorige keer met de kippen. Ja. Ik ga gewoon voor paars. Ik weet het niet. Je kan de kleur altijd nog aanpassen als je zegt dat je een andere kleur wilt. Dat betekent dat paars dus niet goed is. Gaan we voor geel. Het verschil tussen een zebra en een giraf is lastig, ja. Eigenlijk zijn het ook gewoon... chameleonen. Wie pluk je ook? Er zitten pinguïns in de Sims. Ik wist het ook niet. Oké, okay, dan gaan we op zoek naar een 2-persoonsbed. Dankjewel voor het volgen, verslijpen. En het bed heeft paarse kussens. En het heeft een houten frame eromheen. En een gevlochten dekbed. En roze gordijntjes. Ja.
En die plaats je als het ware tegen die muur inderdaad aan. En dan komt er op die muur komt er nog een ander kleurtje. Waar het bed tegenaan staat. Ja. En daar krijgen we een beetje zomerse vibes van. En een mand kan daarvan gemaakt worden. Mand. En we krijgen er zomerse vibes van. Dus zou dan de zomerse vibes van het pakket komen of van de kleur op het behang? Oh, oh, ik knop. Oké, zomerse vibes is dus een pakket hint. Dit is de verkeerde knop, die. Eilandleven. Want? Van de firma Tichelaar. En de kleur die matcht straks met de gordijnen. En de gordijnen worden met mooie herfstkleurtjes en mooie herfstbladeren erop. Hey, ik mis trouwens, mis ik nou een raam bij jou daar rechts? Die had je toch wel geplaatst? Geen idee. Nou, blijkbaar niet. Oké. Okay. Is dit een hint? Misschien. Oké, okay, dan gaan we de gordijnen gelijk ophangen. Alsjeblieft, eraan. Ja? De gordijnen, die hebben een herfstachtig tintje en herfstachtige blaadjes. En het zijn er twee. Die. En die hangen op allebei de gordijnen. Ja, de ramen hangen lekker symmetrisch ook. Ik zie het inderdaad. Dat was erg goed. Oké, okay, dan gaan we even de spotlamp gaan we even vervangen voor de allerleukste lampjes die ik vind in de Sims. En dat zijn er drie. En ze hebben alle drie een verschillend vormpje, maar wel alle drie dezelfde kleur. Ik denk dat je die van Kleivonen bedoelt. En die hangen gewoon een beetje in het midden van de kamer. Ja. Oké, okay, wat hebben we nog meer in de slaapkamer? We hebben een kledingkast. En de kledingkast die is recent toegevoegd aan de Sims. Maar, en die is gemaakt door mensen die CC maken. Oh, maar die is nu in de Sims toegevoegd. Ik weet niet meer wie dat heeft gemaakt. En het is een kast met twee schuifdeuren als het ware. Oh, het stom. Normaal maak ik er altijd video's van en nu niet. Dus nu weet ik het niet. Ik zit even te kijken welke kast herken ik niet. Ja, het staat erbij. Het moet een basisspelding zijn. Het staat er in principe bij. Oh, die. Oh ja, Peacemaker, ja. En de kleuren, die zijn een beetje in de kleur van het behang. Als ik de goede kleurbehang heb gekozen. Oh, ik heb maar dan de zachte roze variant ervan, zeg maar. Oh, dus ik heb de goede muur kleurbehang gekozen? Jo. Wat? Ik heb de goede kleurbehang gekozen. Dat zeg ik niet. En die kast, die pak je even op. En die doe je een beetje met alt, als het ware, aan die muur inderdaad zetten. Maar dan dat die helemaal links staat. Dus dat er nog iets rechts naast kan staan. Ja. Daarnaast gaan we namelijk een spiegel ophangen. Die er mooi in de lengte naast past. En die spiegel die is een beetje in de kleur van het behang met de plinten. Oeh, sorry hoor, maar deze heb ik ook nog niet gezien. Vet ja, die is leuk hè? Ja. Die zit er niet in. Dat is pech. De kleur van de plinten? Nou, van het behang van de plinten. Dus de kleur daarvan. Dus niet de plintenkleur, maar de kleur van het behang. Ja, ik vraag me alleen of dat is gewoon wit. Nou, als jij vindt dat het wit is, dan is het wit. Ik doe me gewoon bruin. Lichtbruin. Ik weet het niet. Dan op de spiegel gaan we een lampje hangen. En het lampje, dat komt een beetje in een koperachtige kleur. En heeft een
soort rokje als lampje, zeg maar, erboven. En die hangen we dus in de spiegel. Het heeft ook weer redelijk dezelfde kleur als de muur. En die hangen als het ware boven op de spiegel. Dus dat je een lamp hebt aan de bovenkant. Ik zie ook een patroon in. Oké. Okay. En dan gaan we een poefje neerzetten. En dat poefje die staat normaal in het groen. Maar die wordt nu roze. En het is vooral een vierkant poefje. Daar. En die zetten we er een beetje zo ertussenin. Klik. Dat je daar mooi voor kan zitten, voor de spiegel. Sinterklaasstaf, lampje, rokjes. Ja, ik moet toch een beetje uitleggen hoe het eruit ziet. Kijk, dit is okay. Shit dat je juf moet worden. Oh nee, dat kan. Daar heb ik wel over nagedacht. Maar er komt nog een schilderij aan de muur. Ja. En dat schilderij, dat komt op de muur waar geen pinguïns zitten. Ja. Tussen de kast en de deur in. En dat schilderij, ja, dat wordt leuk. Oh. Heeft een grijze rand. Zeg maar houten grijze rand. Grijze frame. En de kleuren zijn blauw met roze erin. Een beetje zoals de Nisa haar kleuren. Oké. Okay. Als het ware. Van de oude Ona en de huidige is ook blauw met roze. Beetje die kleuren. Het lijkt een beetje op bergen, maar dat zijn het dan maar niet. Driehoekjes als het ware. En het is een horizontaal schilderij. Oké. Okay. Dank je wel, Jiska. Links, onder in de hoekjes daarvan, daar komen planten te hangen. Links en rechts in het hoekje komt een plant te hangen. En die plant, dat is een hangplant voor aan de muur. En het is een witte pot met allemaal groene takjes eruit. Dat is meestal met een plant. Maar er zitten geen gekleurde bloemen in of zo. Oké, die zit dus niet. En die moet je een beetje met alt, zeg maar, mooi in de hoekjes hangen daarvan. Bloemetjes. En de vorm van de plantenbak is een beetje, ja, driehoekjesachtig, maar ook weer niet. En de planten hangen aan de muur dan. Dan denk ik die. Die. Ja. Oké. Even kijken, hebben we nu wat? Dit was de... Nee, we zijn nog niet klaar. Daar komen namelijk nog plankjes in het bed te hangen, als het ware, aan de muur. Oké. En die plankjes, dat is een beetje van de kindercollectie. Met een mooie paarse unicorn erop. En er komen er twee. Sst, niks zeggen, Annette. Nou, heb ik het weer fout gedaan. Het zijn paarse unicorns die erop hangen. Oké. En die plankjes, die komen zeg maar wel in het bedhouten frame te hangen. En dan eentje een beetje linksbovenin en de andere een beetje rechtsonderin. Komen echt aan de muur dan te hangen. Oké. Okay. En dan op alle twee de plankjes komen lampjes te staan. En de lampjes die zijn kleurige bureauleeslampjes. En de lampjes die zijn wit met roze staan ze omschreven. Maar ze hebben meerdere kleurtjes. Er zit ook een beetje blauw in. Maar ze staan als wit en roze omschreven. En één lampje staat links op het plankje, op het bovenste plankje. En op de rechterplank staat die ook links. Maar ze staan een beetje gedraaid. Een beetje speels. Wat zijn er wit met? Roze. Die. Zo.
tails door het bed heen. Dus ik neem aan dat dit niet klopt. Dan gaan we naar een plantje. Er zitten, op het linkerplankje zit een plantje en op het rechterplankje zit een plantje. En ze zitten allebei in een vaasje. Het linkerplantje zit in een mooie grijze vaas met paarse bloemetjes erin. Het is echt een beetje voor een bloeiend huisje dit. Een grijze vaas? Ja. Met paarse, paarse bloemen. Voor een mooi bloeiend huisje. De details duren het langst, hè? Dat is ja, echt super. Oh. En dan zit ik het in mijn hoofd te herhalen en dan vergeet ik ook gewoon de helft. Dus... een grijze vaas met paarse bloemetjes. Ik heb misschien iets te veel details gebruikt. En hij moet op het plankje passen. Ja, dat is die dus niet. Ja, nee, ja, ze hebben groene steeltjes, maar paarse bloemetjes. En een bloeiend huis. Oeh. Oh, ze snapt de hint. Ze snapt de hint, jongens. Oké. Okay. En daarnaast... Nee. Op het rechterplankje is er nog een ander bloemetje. Oh, pardon. Maar op het linkerplankje missen we nog een poesje. Een poesje die een beetje op Omri lijkt. Die moet nog op het linkerplankje. Deze het meest, denk ik. Ja? Die komt ook op het plankje, het linkse plankje. Okay. En die verklein je even een keertje. Ja. Oké, dan gaan we naar het rechterplankje. Want op het rechterplankje komt ook nog één plantje. En het is een lelie. En je hebt hem er net al toevallig vastgepakt. En het vaasje wordt een beetje dezelfde kleur als de gordijntjes van het bed. En als de kleur van de achterwand van de dinges. Van de muur. Van de muur van de dinges. Van de dinges. Dan is de slaapkamer klaar. Oké. Dan gaan we naar de badkamer. Ja. En de badkamer is het kleine kamertje wat aan de slaapkamer vastzit. En dit, deze is een beetje inspiratie uitgehaald uit een kant-en-klare kamer van klein wonen. En wat we daarbij gaan doen, is een mooi muurtje maken. Oké, okay. Ja. En alleen de kleuren. Oh, nee, niet heel de kamer, Jattekin. Nee. Ja. Nee hoor, mag hem laten staan. We gaan de blauwe tegeltjes, die gaan we eruit jatten. Dus die mooie blauwe tegels die je had. En die komen aan de kant van de muur. Deur. Ik wou zeggen, alles is een muur. En de rest wordt dat mooie hout. Als het ware. Knop was dat. Niet, ik heb plot. Dan gaan we mooi het sportje weer weghalen. En dat sportje, dat worden weer mijn favoriete lampjes. Maar dan in dezelfde kleur als de muur. En ook gewoon een beetje in het midden hangt die. Zo, ja. Dan gaan we... Jiska, Jill heeft het huis deze week zelf gemaakt. En ik moet het nu namaken op basis van haar uitleg. Ja. Dat klopt. That's de wise. WC. De wc komt op de muur te hangen. Waar zeg maar ook een muur zit die nutteloos is. Dus daar komt de muur. En het is een donkere wc. Met een blauw randje en een bruin randje erin. Maar er zit geen deksel op de wc. Oh. Een bruin en een blauw randje? Ja, en er zit geen deksel op de wc. Wel een bril, maar geen deksel. Ik zie echt dikke brain crash bij jou. Ja, ik ga...
Oké, dan gaan we een wc-rol ophangen. En deze wc-rol kan je makkelijk bij als je zit te poepen. Die hangt op de groene muur. Ja? Dan krijgen we de wasbak. En de wasbak heeft een beetje dezelfde kleuren als de wc, maar dan ook met bruin. En het heeft een glazen kom als wasbak, als het ware. Een glazen kom. En met een beetje bruin en een beetje hetzelfde blauw als de muur. Ja. En die komt aan de rechterkant. Niet tegen de schuine muur, maar net gelijk tegen die muur aan waar je zit, zeg maar. Oké. Dan hangen we daarboven een spiegel in dezelfde kleur als, als je wasbak, als het ware. Met een glasplaat, een spiegelplaat in het midden. Met twee kastjes links en één kastje links, één kastje rechts. En dan nog twee bakjes eronder. Een hangspiegel die aan de muur kan. Oké. Ik zit alle informatie te verwerken en ondertussen te kijken naar alles wat ik zie. Oh, ja, ik zie. Moet ik het nog een keer halen? En die is in dezelfde, dit is de goede spiegel, en die is in dezelfde kleur als de wasbak. Of om de wasbak heen, zeg maar. Ja. Die is de wasbak zelf, maar die het kastje, sorry. Oh. Nee, dat is zwart. Dat is te licht. Die, oké. Dan komt er linksboven op de schuine muur, komt er een soort kastje komt te hangen van het basisspel. Sven, kleurtje, welke kleur wil je? Hij komt even roepen dat hij blij is dat hij zo'n abonnementje heeft gekregen. Oh. Maar ik ben gelijk weer weg. Oké, ja, ga maar. Dan heb je daar komt dus een muurkastje te hangen. En daar zit een, het is van het basisspel, een soort plankje is het. Het valt onder de plankjes die ophangt. En daar zit een zwart, het is redelijk dezelfde kleur als de muur. Er zit een zwart bakje in. Ik weet niet wat erin zit, met zeep of zo. Zeep zit er als het ware of zo in. Althans, het lijkt op een bakje met zeep. En drie potjes. Een bakje en drie potjes. Dat zit in het kastje, als het ware. Hoe heb jij dit ooit gedaan? Vraag ik me nu af. Dat is kut, hè? Dat is moeilijk, hè, Kim? Kanoenen. Dit is een klein soort kastje. En die hangt aan de schuine muur. Aan de schuine muur? En dan is het ongeveer dezelfde kleur als de muur. Dat is een optie. Ik denk niet dat het al die Star Wars dingen is. Die is het niet. Niet te lang twijfelen. We gaan naar het volgende item. Oké. Bovenop dat kastje, daar zet je iets neer in de kleur zwart, waarmee je je neus snuit. Ja. Dat zet je op het kastje links. Ja. Daar rechts van zet je iets waardoor een man lekker kan ruiken na het scheren. Dat was mijn microfoon. Nee, die niet. Hoeveel van die dingen hebben we dan? Volgens mij heb ik die met 9 omhoog gedaan. Ah, oké. En misschien één keer verkleind, maar dat weet ik niet zeker. Ik had ook de verkeerde, zie ik nu. Die heb ik met 9 omhoog gedaan. Oh nee, hij kan er zo op. Oké, top. Ja. Dan hebben we ook nog iets nodig waarbij je niet meer stinkt. Dus we hebben een bad nodig. En het bad is in dezelfde kleur als de wc. En die staat rechts van de wasbak met de kraan aan de linkerkant. Oké, wc. Zelfde kleur als... Ja.
Ja, oké. Okay. En die staat dan daarnaast. En dan hebben we een kleedje nog. En het kleedje heeft weer dezelfde kleur als de muur. En die leggen we onder het bad neer. Dus als je uit het bad stapt, dan sta je erop, zeg maar. En als je slim bent, ligt het kleedje in die standaardkamer die al klaar was. Maar dat verklappen we even niet. Zo, ja. Even kijken hoor, want dan moeten er nog dingen aan de muur. Aan de muur komt daarboven ook van klein wonen. Een kastje met potjes, een plantje, een handdoek eronder en een spons eronder te hangen. En nog twee handdoeken liggen erop en een fles. Ja. Nee, dat is niet de goeie. Hier. Waarom stoppen ze de ene bij planken en de andere bij muurdecoratie? Niet handig. Even kijken. En dan aan de andere kant van de muur, dus waar nu nog niks hangt, daar komt een zwarte handdoek en een zwarte badjas te hangen. Badjas. Waar is de badjas? Badjas, waar ben je nou? Waar ben je nou? Waar ben je nou? Badjas, waar ben je nou? En zwarte handdoek, kom jij in het zwart? Ja. Oké. Okay. Dat is de badkamer. Oké. Okay. Dan gaan we naar de woonkamer. En de woonkamer zit eigenlijk een beetje als het ware aan de slaapkamer vast. Dus het gedeelte waar je binnenkomt. Ja. Even kijken hoor. Volgens mij hangt hier overal hetzelfde behang. Ja, het behang hangt hier overal hetzelfde. Dus als één kleur. Tot zeg maar de afscheiding naar de keuken. Want daar van het muurtje zeg maar. Ja. Oh, en de vloer. We hebben nog een vloer nodig hier trouwens. Oh, heb je een vloer in de badkamer al trouwens? Nee. Oh, dan moet even de vloer in de badkamer doen. De vloer in de badkamer, dat is beton. Beton met een rood streepje. Dus het is grijs beton, maar dan met een rood streepje van de scheiding van de tegels. En het is van het basispakket. Het zijn grijze tegels met een rood streepje erin. Een soort rood donker streepje. Ik denk niet dat dit het is. Kan ook niet, want die komt uit bowling. Basis. Grijs. Nee. Er is zo achterlijk veel beton. Zo. Oeh. Ja, ik heb hem. Oké. Okay. Terug naar de woonkamer. Hoi, M. Oké. Okay. In de woonkamer komt hout. Licht hout van het basisspel. En die vloer in het hout, die kan je alleen maar in die vloer doen. En het is een licht houtkleurtje. En ze liggen horizontaal. Ja. Oké. Even kijken. Ik hoor gewoon. Oké. Okay. Is dat jouw keuze? Nee, als jij voor die gaat, ga je voor die, hè? En ze liggen verticaal. Ja. Oké, okay, dan gaan we naar de muur. De muur heeft een. Waar valt het onder? Ik weet even niet waar het onder valt. Maar het heeft paarse bloemen aan de bovenkant en hout aan de onderkant. Dus het heeft een paarse kleur aan de bovenkant met bloemetjes en hout aan de onderkant. Kom jij met paars? Nee. Bloemetjes! Oh jeetje, Mina. Oh, die, wacht. Die zocht ik. Ja? En die komt eigenlijk overal in de woonkamer dan. Doe al gewoon een hele huis zo.
Ja, en het halve muurtje, dat bovenste plankje, zeg maar, dat is nu bruin, dat wordt zwart. Oh. Hè? Ik had die niet. Oh, dus een muur. Je ziet hier een raampje op. Het is gewoon een platte. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Dan gaan we naast de deur links. Daar hebben we een heel klein hoekje hebben we daar. Dus daar moet ook een klein bureautje. In het zwart. Komt daar. Ga ik met zeker doen, NM. En dan doe je daar een lekkere high-tech computer op. Met een wit toetsenbord, een draadloze muis en het beeldscherm zit bekant op het... Ja, die zit eigenlijk op het bureau. Maar zoek eerst het bureau maar. Het is een heel klein bureautje. In het zwart. Ja? Luister goed naar de hints. En die staat links van de deur. In het hoekje. Ja? Daaraan, daarop staat dus een hele high-tech computer. Nou, niet een hele high-tech computer. Maar met een groot beeldscherm. Wat het beeldscherm eigenlijk een beetje al op het bureau zit. Met een muis en met een toetsenbordje in het wit. Oké. Okay. Je hebt hem nog nooit gebruikt, zie ik. Oké, okay, dat is dus een van deze. Oké. Okay. De stoel is geen groot wordt dit is een soort ja? Kattenstoel. In dezelfde kleur als de vloer. Het lijkt een beetje op een kat. Op een poesje lijkt het een beetje. De vorm. Een soort houten stoel is het. Ik ben hem aan het zoeken. Van eerste huisdieraccessoires. Ja. Ja? Oké, okay, dan aan het raam gaan we gordijnen hangen. Het zijn zwarte gordijnen die je links en rechts kan hangen. Maar niet helemaal dicht. Het zijn twee aparte gordijnen links en rechts in het zwart. Ja. Ik ben heel benieuwd wat... Chat, wat vinden jullie straks ervan? Zijn jullie heel erg benieuwd naar hoe het eruit ziet straks? Of ik het goed heb of niet. Ja. Dan komt er een kattenbak, want er woont hier ook een kat. En de kattenbak komt een beetje in een lichtblauwe kleur. Maar het is niet de kattenbak met de laserstralen. Maar het is ook niet de basiskattenbak. Ik weet eigenlijk niet of je de laserstralen... Niet met de kattenogen erop, zeg maar. Deze heeft laserstralen. Deze weet ik niet. En die zet je, zeg maar, links van het gordijn. Op het hoekje. Ja. Oké, okay, dan gaan we... Dankjewel, Bo, voor het volgen. Welkom. Dan gaan we een paarse deurmat neergooien. Bij de deur. En wordt een beetje als een ondervloer omschreven. En hij is in de kleur lichtpaars. En hij zit... Ja? Oké, okay, dan hebben we iets nodig voor als het regent. En die zetten we... Oh jongens, dat ding ben ik altijd kwijt. Ja, die staat bij apparaten. Had hij ook wel apparaten? Die staat bij apparaten volgens mij. Ja, hij staat ook bij hier tussen. Maar ik wist niet dat hij ook bij apparaten stond. Ik dacht het wel. Ja, dan ga ik voortaan hier zoeken. Ja, en dan is hij in de bruine variant. En dan staat hij... Als je binnenkomt vanaf buiten aan de rechter uiteinde van het rechte muurtje. Dus je komt binnen bij de deur en dan staat hij rechts. Ja. Oké, okay, daarnaast staat een mooie roze rugtas, want je komt net uit school. Ik doe een challenge, Bo, dat Jill, die je nu in call hoort, die heeft dus dit huis voor mij gebouwd. Dat heb ik niet gezien, maar die gaat nu uitleggen hoe ik hem moet nabouwen. Ja, dat weet ik ook niet, Annette. wacht, ik ga het anders doen. Kinderen en dan hier.
rugzak. Ja? Rugzak, rugzak. Mooie dingen, gekke dingen. Rood of geel of blauw. Alles wat je nodig hebt en alles is voor jou. Oeh. Rugzak, rugzak. Rugzak, rugzak. Yeah! En die staat naast de paraplubak. En daarboven, op de muur, hangen twee skis. En die skis die worden eigenlijk gebruikt als kapstok. Daar hangt bijvoorbeeld een tas aan, een jas, een muts, een sjaal en nog een jas. Ja? Oh, ik heb je stil in mijn enkelpauze gezet. Dan... Okay. Dat is de gang. Dan komen dezelfde gordijnen. Die komen, die je net hebt gepakt, ook op het raam, op de grote ramen. Aan allebei de buitenkanten. Ja. Oké, dan gaan we het woongedeelte maken. Hoe gaat dat hier passen? Hey. Even kijken. Dan heb je een tv. Die hangt aan de kleine... die hangt zeg maar aan de muur van waar het begin is van de halve muur. En ja. In die tv, die hangt. En in de tv zit ook de radio en er staan ook nog boeken op. En die hangt als het ware aan de muur en die begint... Die hangt aan de kant waar de kleine muur begint. Ja. En de kastjes daarin zijn wit. Dus de radio is wit en de tv is wit. Oké. Okay. Daarop, op dat plankje... Daar staat ook nog een soort PlayStation-achtig waar je lekker videospelletjes kan spelen. De gameconsole staat daar in het wit, in dezelfde kleuren als de kastjes. Ja. Oké. Okay. Naast de tv staat... Rugzak is geklipt. Oh god. Staat een krabpaal. En de krabpaal kan je... is in het paars met zwart. En de krabpaal is een beetje paars. En daarbovenop zit een paars troontje. En links zit het vierkantje als het ware. En daar kunnen ze onder liggen of erbovenop. En daaronder kunnen ze met iets spelen. En die staat aan de rechterkant van de televisie. Ja. Ja. Oké. Dan aan de linkerkant... Alsjeblieft, Fable, gefeliciteerd. Aan de linkerkant van de tv, in het hoekje, tussen de scheiding tussen de twee muren als het ware. Dus je hebt de tv, dan ga je een beetje naar links en dan heb je de bocht naar de deur. Ja. Maar in dat bochtje staat een bijzettafeltje. En van dat bijzettafeltje krijg je zomerse feelings. Het is een rond bijzettafeltje. Die je eigenlijk tegen de nerf aanzet. En die is in de kleur van de vloer. Zoiets. Oké. Okay. Ja? Daarbovenop, dat dingetje, daar staat een lampje. Waar we ook zomerse vibes van krijgen. Er staat een vierkant lampje. Lampje. Dat filter eraf. Er staat een vierkant lampje met een kaarsje erin, als het ware. En er zitten bloemetjes bij en een kaarsje. En die staat op het tafeltje. Ja. Dan onder dat dingetje, onder het tafeltje, daar ligt een iets voor de kat om mee te spelen. Een stikje. Een watte? Een stikje voor de kat om mee te spelen. Een stikje. In het roze. Ik weet niet wat een stikje is, maar ik ga hiervoor... Ja. Oké, dan gaan we weer even terug richting de televisie. En daar ligt een horizontaal kleed. Net niet helemaal tegen dat kattending aan, maar wel daar vlakbij. Oké. Okay. En het is een erg seizoensgericht kleed. Met in de kleuren een beetje taupegroenachtig. En... het kleed is vooral wit, maar wat erop zit, die bladeren zijn groen en een beetje taupe-oranje-achtig. En die ligt in horizontaal, als het ware,
Het is een best wel vrij lang kleed. Horizontaal ligt hij zeg maar een beetje tegen de kat aan het ding aan. Dat is verticaal. Zo, ja. Oké, okay, daarop... Daarop komen drie kleine tafeltjes te staan. Drie kleine ronde tafeltjes komen daar te staan. Die op een normale grootte staan, één keer verkleind en nog één keertje verkleind. Als het goed is, weet je precies wat ik bedoel. Ik weet hem inderdaad. Ik zoek hem. En die kleuren die zijn in dezelfde kleur als de tv. Nee, was het niet klein wonen? Die. Ja, maar je zit bij bijzettafels. Dezelfde kleuren als de tv. En dan staat er links, zeg maar, staat er als het ware een grote. Dan daar rechts van staat er een kleinere. En dan tussen die grote en, de grote en de één kleinere staat de kleinste. In een soort rondje-achtig geval. Zo? Dus je krijgt drie verschillende formaten. Oké. Okay. Oké, okay, dan staat er een beetje gek uit een geestig gebied plantje. In de vorm kleur blauw. Een soort glaspot. Die staat op die bovenste. Die staat erop. En ik denk dat ik hem met 9 omhoog heb gedaan. Op welke? Links, zei je. Op de grootste. Oh nee, ik heb hem niet met 9 gedaan. Oké, dan gaan we de bank pakken. We hebben een bank en een stoel. En de bank is een beetje in dezelfde achtige kleur als de vloer. Maar er zitten bijvoorbeeld een beetje gebreide kussentjes op. Het is een tweezitter, als het ware. En er zitten drie kussens op. En ik denk dat ze alle drie gebreid kunnen zijn. En het is een beetje in dezelfde kleur als de vloer. Het is een tweezittertje. En ik denk dat de kussens zelfs gebreid zijn. Ik snap de hint nu. Ja. En dan in dezelfde kleur van de vloer ongeveer. Oké. Okay. En die zet je dan eigenlijk als het ware recht over de televisie. Aan de andere kant van het tapijtje, zeg maar als het ware. Ja. Dan gaan we op zoek naar een stoel met sneeuw erop. Maar het is geen sneeuw. Maar volgens Mipuki is het sneeuw. En die stoel in de kleur zwart. Of is het bruin? Ja, hij geeft het bruin, maar het is zwart eigenlijk als het ware. En die staat aan de linkerkant van de bank. En dan een klein beetje gedraaid richting de televisie. Ja? Ja, net zo. Dit is verticaal. Of Jill zegt, dit is verticaal. Huh, horizontaal. Streamvertraging. Ja, echt hè. Even kijken. Dan... Mipuki is in de chat. het is geen sneeuw, nee Mipuki. Nee, dat klopt, maar jij zei dat sneeuw is. Boven de laptop, of boven de computer, hangt trouwens nog een lampje. En dat lampje... even kijken hoor, is in de kleur... Nou, hij zegt grijs, maar het is een beetje roze-achtig. Het is een muurlampje uit het basisspel. En... hoe omschrijf ik dit lampje? Nou, het ziet er een beetje uit als... de helft van een vissenkom. Oké. Okay. Ik weet niet wat dit voor in zit, maar... Het is dus een beetje een bollig lampje, als het ware. En het lampje komt zeg maar vanaf... als je er een muntje in gooit, dan blijft het muntje erin liggen, als het ware. Dus dit is een soort bakje. Geen idee, ik ga gewoon hiervoor. Zegt hij dat dit grijs is? Goed gegokt. Oké. Oké, ja. Oké, even kijken. Volgens mij... Oh nee, we hebben nog een lamp nodig. Een hanglamp in de woonkamer.
En die lamp die hangt eigenlijk een beetje boven de tafeltjes. En die lamp heeft ook drie lampen. Drie verschillende vormen. Plat, langwerpig en rond. Maar het zijn niet mijn favoriete lampen. Plat, langwerpig en rond. Stroomverbruik is 10. Dan ga ik voor die. Ja. Dit is de woonkamer. Dan gaan we naar de keuken. De keuken. We beginnen met de vloer. Ja. De vloer heeft tegels. En het zijn best wel langwerpige tegels. In de kleur een beetje taupe-achtig. En even kijken waarvan de tegels zijn. De tegels zijn van Wellness. Oh, dat zijn die dus niet. En ze liggen horizontaal in de keuken. Ja. Oké. Okay, ja, ik ook kijken. Dan gaan we naar de muur. En de muur lijkt een beetje beton, maar dan een beetje weggewaasd als het ware. Je hebt gezien dat er wel rode tegels onder hebben gezeten, maar er zit een soort wit laagje of zo overheen. En dat zit ook weer door heel de keuken verspreid. Die kleuren. Dus je ziet het baksteenpatroon nog erin, maar dan een beetje wit-roodachtig vervaagd, als het ware. Die dus niet. Nee. Even de bril af. Ja. Alles is zo roze gloed met die bril. Ja, ik snap het. Ik ga wel voor die. Oké. Okay. Waarschijnlijk niet, maar... Even kijken. Dan beginnen we met de keuken. De keuken is een soort L-vorm. En in het paars. En deze keuken heb je nog niet zo lang. Oké. Paars. Moet je al wel weten welke keuken het waarschijnlijk is. Ah, ja. Oké. En de keuken bestaat... De kastjes staan aan de linkerkant van het halve muurtje. Ze staan aan de kant van het halve muurtje. En het zijn drie keukenblokken eigenlijk als het ware. En de linker is een hoekje. Dus het linkerhoekje is het ervan. Dan heb je een normale variant. En dan heb je het hoekjesvariant. Dan naast het hoekje komt het gasfornuis te staan. Ja. En dat gasfornuis, dat is in dezelfde kleur. Van dezelfde kit. En zo ook de koelkast. En zo zet je het even mooi tegen elkaar aan, als het ware. Paars. Ja. Dan hebben we de lampjes. We hebben nog twee lampjes nodig. En die lampjes... En die lampjes die gebruik ik eigenlijk altijd als het ware als schakelaars voor het licht aan en uit te zetten. En die lampjes die komen op het boven het linkerkastje te hangen en boven het rechterkastje te hangen. Ja. Aanrecht. Ik bedoel niet het kastje. Dan komt in die grote komt de wasbak. En die wasbak die heeft, is van het basispakket. Een boogachtige kraan en twee hendeltjes die je moet draaien. Die zitten als het ware aan de zijkanten die je moet draaien. Het is dus gewoon zo'n bak... hoe noem je dat? Zo. Oké. dan komen er naast elke het keer, fornuis... als ik het niet goed heb... Jouw oké klinkt zo oordelend.
Oké. Oké, we gaan voor deze. Ik vind het goed. Even kijken, dan tussen de halve muur en het fornuis. Daar komen twee kastjes die ook in de badkamer hangen aan de muur. Maar dan in de kleur wit. Ja, wit-grijs. En die komen zeg maar tussen het fornuis en de halve muur te hangen. Dus dan moet je een beetje met alt, moet je die een beetje netjes aan de, boven elkaar zetten. En dan in de kleur wit. Okay. Wit-grijsachtig. Zo. En daaronder die kastjes, daar hangt een... ja, dat is echt iets voor een meesterkok. Daar hangen als het ware spatels, lepels, vork. En die hangen daar onder de dingen. Onder de onderste. Muurdecoraties. Hang. En een echte meesterkok zou dit gebruiken in zijn restaurant. En die moet je wel... 2 keer verkleinen. Ja? En dan daarvoor komen 3 mooie blikken te staan. Soort broodtrommels, als het ware. En eentje komt er te staan die niet vergroot of verkleind is. Een witte met een bruine deksel en een zwart handvat. Een broodtrommel. Dan komt er ook een vintage blik met een eend erop. Hoi Nicole en Sims, welkom. En er komt ook nog een klein broodtrommel op met, die in het oranje is met zonnebloemen erop. Maar die is verkleind. Kijk, een blik met een eend erop. Of, dit is meer een blik. Een eend, ja. En dan had je een broodtrommel. Een broodtrommel met wit en een bruine, die wit is met een bruine deksel. Staat een beetje zo weggefrommeld in het hoekje, als het ware. Broodtrommel. Ah, die decoraties en die kleden vind ik het ergst. Om het te zoeken. Je had hem net al vast, maar dat maakt niet uit. Oh, kak. Oké, dit. Die dus. Ik ben nu alweer vergeten wat de rest was voor uitleg. Die moet in het wit met een bruine deksel. Ja. En, die moet en dan doe je er ook nog eentje verkleinen. Die in het oranje is met zonnebloemen. En die verklein je 2 keer. Ja. Oké. Okay. En die komt in het oranje met zonnebloemen erop. Ja. Even kijken. Dan boven het fornuis komt nog een alarm te hangen. Waar is het alarm? Hadden we trouwens ook al een thermometer? Nee, die hadden we niet. Die hangt aan de overkant van de kapstok. Nu ik hem voorbij zag komen bij jou. Okay. Hij hangt in de gang. In de gang hangt hij. Nou, het alarm nog. Ik zie hem serieus niet. Nou, dan... alarm. Rookmelder, heet hij. Oh. Ho, waar gaan we heen? Rookmelder. Ja? Die hang je boven het fornuis. Ja. Oké. Dan gaan we het sportje weer veranderen. In een best wel normale lamp eigenlijk. Een beetje basisspelachtige lamp. En die lamp heeft 3 lampjes. 3 pinnetjes. Ja, 3 lampjes heeft die. En die lampjes die gaan eentje naar rechts, eentje naar links en eentje naar beneden. Gewoon een basisplafondlampje. We moeten nog een paar dingetjes. Dan zijn we klaar. Oké. Okay. Ja? Uit nog vol? Nou, ik merk wel echt dat je hoort wat je zegt.
Zo, en dan vooral de decoraties. En dan als jij bijvoorbeeld zegt, nou, dan gaan we naar lampen. Dan open ik dat menu. En dan moet je dus niet zoeken lampen, maar verlichting. En ondertussen praat jij door. Ja. Oké. Dan naast de koelkast, daar komt een ton prullenbak. Ja. En die komt in de kleur, een beetje dezelfde kleur als de vloer. En daarnaast komt een stofzuiger met een stofzuigzak. Stofzuiger. Zo. En die komt ook in dezelfde kleur als de vloer. Ja. Oké, dan gaan we de eettafel pakken. En de eettafel, dat is een ronde eettafel in het lichtbruin. En daar krijg je ook wel weer een beetje, ja, een beetje jungle vibes van, zeg maar. En dan in het lichtbruin. Oké. En die eettafel, die zet je eigenlijk als het ware waar nu nog de ruimte is, tegenover de stofzuiger. Een beetje in waar die rechte muren zitten, zeg maar, als het ware. Ja. En daaromheen komen 1, 2, 3, 4, 5, 6 paarse stoelen. Dankjewel voor het volgen, Faith 2019. Of 2009. Welkom. Paars. Paars stoelen en dan uit het basisspel als het ware. Ja. En er zitten witte ijzeren poten aan de onderkant. Die niet los zijn, maar vast als het ware. Dus een soort U'tje aan de onderkant. Wat? Oh. Ja. Dan komt er onder nog een vloerkleed. Het is een rond vloerkleed. En het is een beetje een riet. Het is een riet vloerkleed. En die heeft horizontale strepen. In de kleur lichtbruin. Beetje iets lichter als de vloer. Zoiets. En dan aan het plafond komt een... volgens mij heb jij die plant opgehangen in de slaapkamer. Die komt boven de eetkamer te hangen. Oh, plant. Die is zo klein. Bruin. Groot. Ja? De planten die jij in de slaapkamer hebt gehangen... Volgens mij is dat die. Ja, dat is die. Die hangt boven de eettafel. Ja. En op de eettafel, daar staat een plantje. Die je met 9 omhoog moet doen. Of met 0. Doe je dat met 9 of met 0 omhoog? 9. Met 9. Met 9 doe je hem omhoog. En ik vind het echt een hele mooie plant. Van dat pakket is er nog niet heel erg lang. En die staat in het midden van de tafel. En het heeft een blauwe vaas met roze bloemetjes en groene rode bladeren. Als het goed is, weet je precies welk pakket ik bedoel. En je moet die dus omhoog doen met 9. En die staat in het midden van de tafel. Oké. Dan gaan we naar de muur, waar nu nog niks hangt. Die, zeg maar, met de ramen die jij... Klaar zit, ik weet het niet meer. Ja, gaan we verder. Oh, sorry. Nee, het was gewoon de standaardkleur, sorry. Even kijken. De muur aan de kant, zeg maar, waar de... Waar de keuken begint, zeg maar, als het ware. Ja. Kijk maar welke muur jij nu zit. Daar, ja. Daar komt een... aan de rechterkant komt er een klein vloerkleedje te liggen... die voor katten is. Een bruin vloerkleedje. Er staat een kat en visjes op. En die komt, zeg maar, net op de tegels te liggen, als het ware. Ja. En daarop komen twee voerbakken die in houtkleurige vorm zijn. Dus een etensbak en een waterbak. En aan alle twee de kanten van het raam... Het staat even stil elke keer. Alle twee de kanten van het raam... Daar komen metalen lampen te hangen. Die mooi afgewerkt zijn. In de kleur... ja, een beetje beige, roze. Het is meer roze als ze aanstaan. Het zijn grote, vierkante, rechthoekige lampen.
En die komen aan allebei de kanten van het raam te hangen. Dus eentje rechts en eentje links. Het zijn hele mooie afgewerkte stalen lampen, muurlampen. En dan in de kleur een beetje roze. Ja, hij zegt dat het in de kleur bruin met wit is, maar ik vind het echt een beetje roze. Ja, oké. Okay. Ja? Dan links onder die lamp komt eigenlijk een pot te staan. Hoe noem je dit? Een soort palmachtige plant. Palmboomachtige plant. En die plant heeft eigenlijk een geel en een blauw pot. Heeft die. Kleur. Geel en blauw. En het is een basisplant. Oh. En de pot heeft geel met blauw. En je verkleint hem één keertje. Ja. En dan gaat het niet helemaal om die pot, want er komt nog een pot overheen. Oh. Dan ga je op zoek naar een pot. Ja, de vraag is of ik het goed heb, hè, Maaike? Misschien heb ik een verkeerde lamp gekozen. En die pot die is van het basisspel. En die heeft heel veel kleurtjes. Heel veel. Pot staat bij beelden, staat die. Hij heeft heel veel, ik weet niet of dit de basiskleur ervan is, maar hij is in ieder geval een beetje paars met roze en geel en blauw. En die pot die zet je over de plant heen. Ja, zo ja. Ja. En volgens mij zijn we klaar. Echt? Ja. Volgens mij hebben we nu alles gehad. Even kijken. Volgens mij wel. Ja, de tuin die kan je natuurlijk niet zien. Daar ga ik wel even een screenshot van maken. Dan kan je daar, dan kan je dat zien. Ja. Even kijken. Jeetje, nou, ik weet nog dat ik het vorige keer voor jou deed en dat ik soms dingen zei dat ik dan verbaasd was als je wat anders pakte. Oh, ja. Wat dan grappig vond als je wat anders pakte. Maar nu snap ik hoe heftig het is. Want je krijgt zoveel informatie naar je hoofd. Het is best pittig, hè? Ja. Ik vind dit heel leuk. Of ik het goed heb, weet ik niet, maar ik vind het wel heel leuk. Wat vind je leuk? Hoe die trap zo gaat. Nee, dat is niet goed. Oh. Maar ik stuur hem je even privé. Oké. Zou ik het ergens in je Discord sturen, anders? Anders gooi je gewoon in Café Puls, dan kan iedereen het zien. Ja. Algemeen Café Puls. Zo hoort hij eigenlijk. Oh! Dat zei ook. Oh shit, ik ben niet vergeten. Nou, nu zeg je, achter die bank hoorde het nog eigenlijk van die palen, maar dat heb ik niet gezegd. Ja, jongens, check mijn Discord. Uitroepteken Discord, dan zie je dus hoe ik de trap verkeerd heb gedaan. Oh, sorry, ja. Maar ik ben niet vergeten te vermelden, maar dat maakt niet uit. Okay. Kleine detail. Oké, maar ik zou zeggen, ga maar de kamer uploaden. Dat zou ik zeggen. Ik ben heel benieuwd. Sommige dingen kloppen, maar sommige dingen kloppen ook echt helemaal niet. Heb je hem er al op staan? Ja. Oeh, Kim Pulhart. Dat vond ik wel mooi. Die gaan we natuurlijk favorieten en dan downloaden. Oh, ik moet hem even draaien. En dan moet je even in die muren. Moet je even die muren aanmaken. En dan heb ik de deuren erin zitten. Eenvoudige deur met enkel paneel in het zwart. Dat is een beetje raar met. Ja, ik zie het. Ah, die deuren die ik dus eerst had en toen dacht. Wacht hoor, is dat deze? Dit is de eerste. Even kijken hoor. Eenvoudige deur met enkel paneel. En dan in het zwart. Oh, zo mean. In het midden en daar. Oké. Ja, oké. Nou, slaapkamer. Ik heb het goede bed. Oh, ik heb wel een ander dingetje. Ik heb uiteindelijk toch de gele.
Je had dat eerst goed, volgens mij. Ja, ik had eerst geel, toen dacht ik, weet niet. Misschien paars, omdat er zit roze. Oh, zie je, hier gaat het ook mis. Oh, dit zijn hele andere planten. Ja, ik zei muurplanten en jij komt plafondlampplanten. En ik dacht, oké, ook goed. Ander lampje heb je ook boven de spiegel hangen. Ja, dit is inderdaad een rokje. Ja, ik vond dit ook wel een soort van smal. Ja, een lange rokje. Rok. Ja. En ik heb ook een roze, meer roze spiegel volgens mij. Die gaat ook niet goed. Oh, nee, maar ik had eerst een beetje... Ja, ik had een beetje houtkleur. En toen heb ik hem meer grijzig gemaakt. Omdat je zei, het lampje past bij het spiegel. Yep. En ik had natuurlijk een grijs lampje. Dus toen heb ik ook een andere kleur frame genomen. Oh, die wc. Yep. En dan... Ik had ook het verkeerde kastje, want jij volgens mij is die van bowling. En ik heb van jungle. Ja. En ook de badkuip van Ecologisch Leven heb jij. Tegels heb ik volgens mij wel goed. De tegels heb je wel goed, ja. Oh, ik heb zelfs volgens mij die handdoeken goed. Ja, die heb je ook goed. En het kastje heb je ook goed. En de lampen ook. Oh nee, het zijn toch andere handdoeken. Heb jij? Nee, toch? Ja, deze zijn heel recht, heel strak. Oh, en deze is iets korter. Iets meer wiepelend, hoe heet het? Er zit meer beweging in. Ja, precies. Oké, woonkamer. Chat, hoe vinden jullie dat Kim tot nu toe heeft gedaan? Ik vind dat ze het oprecht goed heeft gedaan. Ja, de kleuren kloppen alleen nu niet, zie ik. De badkamermuur zit in de dingen. Oh ja. Ja, dat is heel raar. Als je dan muren dichtmaakt, dan doet hij heel raar met welke kleur die waar pakt. Ja. Oh ja, je hebt het zo mooi neergezet. Maar met hoe je het uitlegde, dacht ik, hè? Ja, dat is best wel moeilijk. Waarom dat bij mij zo staat. Dat is best wel moeilijk inderdaad, ja. En wat is nou een friemeltje? Of een, wat zei je nou? Oh, je hebt dit. Oh. Yep. Ja, ik heb deze. Want ik vond dit ook wel iets waar je een kaarsje in zou kunnen zitten. Nee, ik zei, hij staat tegen de muur. Hij heeft geen bril, zei ik. Of hij heeft geen... Wat zei ik nou? Hij had iets niet. Je zei zoveel. Ja, dat klopt. Ja, en het klein woningbureau. Ik dacht, deze hint. Het is een klein bureautje, zei ik. Ja, ik dacht klein bureau als in één tegel. En jij zo goed luisteren, toen dacht ik ook, ik heb een fout. Ja. Maar ik weet het niet. Maakt ook niet uit. En de stoel heb ik zelfs in de goede kleur. Yes. Kattenbak heb ik goed. En het grappige vind ik, jij hebt die PlayStation, of ja, wat is het? Heb jij op het halve muurtje gezet, en bij mij staat die naast de televisie. Oh ja. Ja, ik heb hem daar neergezet. Ja. Erg funny. Ramen kloppen volgens mij. Klopt de ramen? Die nee, zonder deksel kloppen? Zei ik volgens mij. Ah, net. En even kijken hoor. De ramen, die grote ramen, die kloppen niet, want jij hebt ze horizontaal gezet en ik heb ze verticaal. En ik heb ook een iets lichtere houtskleur. Jij hebt een donkere. Ja, en de lampen zijn ook anders aan de muur in de keuken. Oh ja, die zijn inderdaad heel tof. Uit eten. Ja. Dit vind ik heel leuk. Die lampen zijn tof, hè? Ja. Oké, die plant vind je tof. Ja, die plant vind ik ook tof en die lamp vind ik ook mooi. Oh, je hebt hem iets meer verder naar achter. Oh, dat kleed. Ja, ik dacht al, mijn kleed klopt niet. Dankjewel, Jiska. Tot de volgende keer. Ik dacht dat mijn kleed klopt niet, want ik moet hem eentje vergroten. En ik had de kleur niet moeten veranderen. En ik had hier, volgens mij klopt die kleur wel. Ja, ik heb hem alleen schuin gezet. Ja, dat is prima toch. Nou, het is best wel goed gelukt. Ja. Beetje stiekem lang mee bezig, hè? Zo, we zijn nu 2 uur. Dankjewel, ik speel games. Hey, buurman. Andere de kraan is inderdaad ook anders. Ja, ik had de kraan niet goed. Maar ik heb nog best wel... Oh ja, ook andere laminaat inderdaad. Ik heb ander laminaat, ja. Maar op zich, er komt veel overeen. Er komt zeker veel overeen. Heel zeker weten.
Ook leuk bedacht. Ik vind het sowieso heel tof dat het een hartje is. Ja, hè? Oh, jij hebt hier het hoekje eruit gehaald. Ik heb hem toen gewoon dichtgemaakt, zeg maar. Oh, nee, dat is denk ik eruit gegaan met het uploaden. Oh van ja, kamer. Want hij ziet het natuurlijk al als ja. Geen kamer meer. Oh, ik heb zelfs die goed. Nee, ik heb het is een andere. Ik heb stapelstenen en dit is vastbesloten steen. Bijna goed. Bijna. Heel tof. Nou, thanks, Jill. Ja, graag gedaan. Ik hoop dat ik een goede uitlegger ben. Ja, en ook creatief met een lampje dat eruit ziet als een rokje. En nee. Dat soort. Sinterklaas staflamp. Ja, die vind ik vooral mooi. Hey, veel plezier nog. Ik blijf nog even hangen natuurlijk. Ja. En we spreken elkaar. Ja. Doei. Doei. Oké. Okay. Oh, jongen, dit is echt... Als je ook iets met Sims doet... en je hebt vrienden die ook iets met Sims doen... je moet het een keer proberen. Want het lijkt zo makkelijk... maar je krijgt zoveel informatie... en dan is één kamer nog te doen... en dan is twee kamer nog te doen... en dan kom je op een gegeven moment bij de volgende kamer... en dan is je hoofd op een gegeven moment zo van... het wil er niet meer in. Ik zeg, ik kijk nooit meer naar dezelfde lampen. Meike lijkt het ook heel erg leuk... Ja, het is zeker leuk, maar je moet wel heel fris die challenge ingaan. Maar heel tof gemaakt ook. Echt zo, het is ook een leuk sfeertje, dat huis. En hoewel het heel klein is, want alle ruimtes zijn niet echt groot, voelt het ook niet heel klein aan. Ook met het muurtje hier, zo'n half open keuken. Ik weet nog dat ik in het begin dus alleen het hartje had. En toen dat ze zei, ja, er komt een badkamer in, een slaapkamer in, een woonkamer in, een keuken. En toen dacht ik, wat? In deze kleine ruimte. Maar dan staat er alsnog gewoon een tafel waar 6 man aan kan eten. En dan kunnen er 3 televisie kijken. En dan kan er ook nog 1 achter de computer. Ja, heel creatief. Heel tof huis. Heel even shit gedaan. Er staat best veel in, ondanks de kleine woning. Ja, dus heel goed nagedacht over indeling en zo. Oké, nou mag ik ondertussen 1 van jullie blij maken? Want we gaan weer een giveaway doen. En dit keer is het een Sims-gerelateerde giveaway. Dus check allemaal je saldo als je denkt... Oeh. Het gaat namelijk om de kitpakketten. Als jij een Sims 4 kitpakket wil naar keuze... Dus of de Sims 4 retro outfit... Of de Sims 4 landelijke keuken... Of de Sims 4 alles aan kant... Ik ga dus nu 1 kitpakket naar keuze weggeven. Dus de winnaar mag zelf kiezen welke van de 3 kitpakketten die je wilt winnen. En dan ga ik de giveaway starten. Als je mee wilt doen, typ je zometeen inzet, uitroepteken inzet, spatie en dan een getal van 1 tot en met 100. Als je minder dan 100 hebt, bijvoorbeeld Rowenia heeft er 7, dan kan je niet meer inzetten dan je hebt. Hij loopt voor 2 minuten. Als de melding in chat komt, dan mag je gaan inzetten. Ga ik ondertussen even het spel opslaan. Ik zal mijn versie van de kamer zal ik van de week ook even op Origin zetten. Dus dan kunnen jullie... Die van Jill staat al op Origin. Haar Origin ID is JillD433. Als je denkt, die wil ik downloaden. En die van mij, die komt dan van de week erop. En uiteraard ook even een shout-out naar Jill. Want zij streamt ook. En zij streamt ook Sims. We hebben vorig jaar onder andere deze challenges omgedraaid gedaan. Toen had ik een kamer gemaakt. En toen moest zij hem gaan nabouwen. Vet veel mensen doen mee met de giveaway. Helemaal top. Jill zegt, ben vooral benieuwd wat er zo komt. Het is ooit wat ik aan jou als suggestie heb gegeven om te doen. Dat ga ik nu zelf doen. Mipuki, oh, ik weet het. Ja. Mipuki gaat alvast klaarzitten. En Jill zegt, I don't remember. Het was in volgens mij diezelfde stream zelfs. Waarbij ik die kamer voor jou heb gemaakt. Volgens mij was het zelfs in diezelfde stream. En de giveaway is gesloten. Je kunt geen muntjes meer inzetten. De winnaar wordt zo gekozen. Er hebben 12 mensen ingezet. Sharontje, Willy Lazy Lady, Miss Divi, Naomi Bot, Meike XX, Just Wendy 10, Myrthe Elise, Gouden Meisje, Esme 28, Rowenia, Lianne 26 en Esther Nienke. Jullie hebben samen 486 muntjes ingezet. En nou ga ik 1 van jullie blij maken met een Origin activatiecode van een kitpakket naar keuze. En dan moet ik natuurlijk wel even EA Benelux bedanken, want dankzij hun heb ik deze giveaway nu kunnen doen. En daar komt de winnaar in de chat. En de winnaar is, nou, dubbel feest. Eerst kreeg Meike een subje. En nu heeft ze een kitpakket naar keuze gewonnen. Meike, welke wil jij? Welke van de 3? Wat wordt jouw prijs?
Gefeliciteerd. Meike mag met een van de kitpakketten gaan spelen. Ik ben wel benieuwd welke ze dan gaat kiezen. Wordt het retro outfit? Wordt het landelijke keuken? Of wordt het alles aan kant? Alles aan kant. Dus Meike de simmetjes die gaan binnenkort stofzuigen. En met stofdotjes knuffelen. Stofduiveltjes ontmoeten. Ik ga het na de stream met jou in Discord regelen, Meike. Dan krijg je je code. Gaan we een Kahoot quiz doen. Over mij. En over mijn Twitch. En over mijn YouTube. Dus als jij nu op dit moment op één platform kijkt. Je hebt straks twee dingen nodig. Je telefoon of je tablet om mee te spelen. En je hebt natuurlijk iets nodig om de stream op te kijken. Want vragen en antwoorden komen op stream. En dan op je telefoon of tablet kan je meedoen. Niet Pukkie, ik heb niet geleerd. Oké, zijn jullie er klaar voor? Ik ga nu naar de site. Kahoot! Get ready to join. Ik ga deze muziek uitzetten, want er komt... En joejoe! 1-5-2-5-7-2-7-3-7. Dankjewel voor het volgen. Welkom. Miss Divi moet helaas gaan. Terwijl Miss Divi zou best nog wel eens de kans kunnen hebben gehad om dik te winnen. Ik ben vergeten de lamp aan te doen. Zie ik nu? Zo. Iets meer licht. Iets meer licht. Ga naar kahoot.it. Dus www.kahoot.it. En dan heb je de gamepin 3800109. Gebruik je Twitchnaam, want we weten wie je bent. Het zijn trouwens voor de grap 22 vragen. Forever 22. Wie Pukkie is nog aan het studeren. Ja, wie van jullie heeft net in de pauze stiekem nog informatie opgezocht? Jill is even de kip met zijn klopen die aan het pakken. Mipukkie gaat voor de meeste fouten. Gouden meisje gokt op goed geluk. Gaan we. Eerste vraag is een inkomertje. Die is makkelijk. De pulsquiz. 3, 2, 1. True or false? That's right. Is dat true or is dat false? Kijk, antwoorden stromen binnen. Nou, volgens mij spelen met 12 mensen. Nu. Als iemand deze fout heeft, hè, echt. Pieperkie zegt het antwoord is fout. Iedereen heeft het goed. Yes, that's right, that's right. That's right, that's right, that's right. Dat is een inkomentje. Ik denk dat is een leuke vraag om mee te starten. Gaan we naar de volgende. Oh, we hebben scorebord. Jill staat bovenaan. 974 punten. Mipukkie tweede. Naomi Love Sims derde. Imstreamt vierde. En Esmee vijfde. Vraag nummer 2. Hoe oud ben ik? Ja, ben ik 25? Ben ik 29? Ben ik 30? Of ben ik 31? Ik heb expres niet 22 erin gezet. Want ik wilde wel... anders zouden mensen daar misschien op klikken. Maar hoe oud ben ik? Elke vraag heeft sowieso 60 seconden voor vanwege streamvertraging. 22 toch? Inzet net te zoeken. Waar is dat antwoord? Oeh, sommigen hadden het fout. Ja, ik ben 31. Dat hebben we toen afgelopen september nog gevierd met een hele interessante stream. Oké, volgende vraag. Oh nee, eerst weer de stand kijken. Oeh, Mipukkie staat bovenaan. Jill is het lijstje uit. Jill, hoezo had jij dit fout? Oh, je klikte mis. Oké, Mipukkie eerste, Im tweede, Willy Lazy Lady derde, SME vierde en Myrthe Elise vijfde. Volgende. Oké, waar begon Kim als eerste mee? Begon ik als eerste met YouTube? Begon ik als eerste met Twitch? Begon ik als eerste met Town of Plumbobs? Of met TikTok? Ik denk dat dit wel een lastige kan zijn. Vooral mensen die me nog niet zo lang kennen. Oh, deze is gemeen. Ja, er zitten een paar lastige tussen. Er zitten ook een paar instinkers tussen. En Emma Meijering, welkom. En ik ben als eerste begonnen met Town of Plumbobs. Ik snap wel dat sommige mensen YouTube zeiden. Maar Town of Plumbobs was schrikkeldag 2016. En YouTube was september 2016 dat ik er voor het eerst wat mee deed. Dus daar zit toch 5 maanden tussen. Nee, 7. 7 maanden zat daartussen. Maar Town of Plumbobs was echt het eerste. En voor mensen die daar nog nooit van gehoord hebben... Mogen we opnieuw... Eigenlijk begon het eerst met het forum en de website is erbij gekomen. Als je dus een simmer bent en je vindt het leuk om met andere simmers in contact te komen, je kan gewoon gratis lid worden op het forum. Lekker kletsen en creaties delen en zo. Oké, volgende vraag. Oh nee, eerst weer de punten. Dit vergeet ik elke keer. Mipukkie heeft een streak met 3 goede antwoorden op rij. SME staat bovenaan. Nu, Mipukkie tweede, Myrthe Elise derde, Imstreamt vierde en Willy Lazy Lady vijfde. Volgende vraag. True or false? Vraag 4. Ik ben geboren in Noord-Holland.
Is dat waar of niet waar? Ik heb het eerder in de stream vandaag nog gezegd. Jill zegt, deze weet ik. Oh, we zijn al met meer spelers. Ben ik in België geboren, Dagmar? Ja, ik noem mezelf ook wel een bepaald type persoon soms. Dus ja, als je me pas vandaag bent gaan volgen, dan snap ik dat je het misschien niet weet. Maar mensen die me wat langer volgen, die weten het. Oké, en het is niet waar. Ik woon in Noord-Holland en al sinds ik 4 ben... Maar ik ben geboren in Den Bosch. Je hoort er niks van in mijn accent. Want ik heb echt een Noord-Hollands accent. Maar ik ben geboren in Den Bosch. En ik noem mezelf regelmatig bij Brabantse streamers... Hey, Hoeteldonk. Ik noem mezelf regelmatig bij Brabantse streamers een export-Brabander. Oké, puntjes. Mirte heeft een streak met 4 correcte antwoorden op rij. Ze staat ook bovenaan, gevolgd door Mipukki, dan Iem, dan Annette en Sharon is 5e. Gaan we naar de volgende vraag. Vraag 5. Wat is mijn lievelingskleur? Is dat paars? Is dat blauw? Is dat roze? Of is dat groen? Laat het maar weten. Groen. Hey Omri, wat is mijn lievelingskleur? Weet jij het antwoord? Mm. Hey Emma, go ons. Geboren in Den Bosch en we wonen allebei in Noord-Holland. Dat vond ik leuk, Dagmar. Al had ik het ook als instinker kunnen doen, inderdaad. Door blauw bij groen te zetten en groen bij blauw. Dat je dan in de war raakt. OCT. Nou, deze heeft iedereen goed. Paars, hoppatee. Gratis puntje voor iedereen. Mirte heeft nog steeds een streak met 5, maar dit keer was Dagmar sneller met antwoorden, dus die staat nu eerste. Mirte 2e, Iep 3e, Annette 4e en Sharon 5e. Gaan we naar de volgende vraag. Vraag nummer 6. Wat is nooit een baantje van mij geweest? Wat heb ik nog nooit gedaan voor werk? Ben ik nog nooit een supermarktmedewerker geweest? Ben ik nog nooit een pedagogisch medewerker geweest? Ben ik nog nooit een postbode geweest? Of ben ik nog nooit een medewerker in een speelgoedwinkel geweest? Dit is een kleine instinker. Jill twijfelt tussen 2. Deze is lastig, ja. Een van mijn baantjes is heel af en toe ter sprake gekomen. En 1 baantje is een instinker. Iem zegt, ik dacht dat ik je het wel eens had horen zeggen. Ja, ik heb het op stream er wel eens een keer over gehad, inderdaad. En Justin, dankjewel voor het volgen. Welkom. En, oeh. Oh. Ja, de meesten hebben het wel goed. Postbode was niet een baantje wat ik ooit heb gehad. En... Oh, Bibi! Welkom! We hebben een raidje van Bibi. Ik heb gezien dat je in het begin Animal Crossing deed, maar ik weet niet of je nog andere dingen hebt gedaan. Welkom Raiders, ik ben Kim. Ik stream vandaag precies 1 jaar op Twitch. En dat zijn we aan het vieren. Ik heb al een Animal Crossing gedeelte gedaan. We hebben net Sims achter de rug. En we zijn nu bij vraag 5 van mijn Kahoot quiz. Dus als je denkt, ik wil meedoen, kahoot.it. En je vindt de code rechts onderin, dus dat doe je nog snel mee. Maar wat is nog nooit een baantje van mij is geweest, is postbode. Ik heb in de supermarkt gewerkt, 12 jaar. Pedagogisch medewerker ben ik nu, want dat is wat je werkt. Wat je bent als je in de kinderopvang werkt. Ik heb bij de Intertoys gewerkt. 4 jaar. En dat was tijdens de Sims 3 periode. En oh, was de raid vergeten snel terug live om te raiden. Super bedankt. Extra bedankt, Bibi. Maar ja, ik heb dus bij de Intertoys gewerkt. En dat was tijdens de Sims 3 periode. En toen kreeg ik dus personeelskorting. Dus ik heb heel veel Sims 3 pakketten met 10% personeelskorting altijd gekocht. Postbode heb ik erbij gezet, omdat Iem dat dus afgelopen kerstvakantie heb gedaan. En dat dus een beroep is die dus ook in jullie hoofd zit. Dus dat was een instinkertje. Oh, Christy heeft ook bij de Intertoys gewerkt. Leuk, hè? Ik vond Intertoys echt, dat is een van mijn favoriete bijbaantjes vroeger. Volgende. Oh, nee, eerst weer puntjes. 4 mensen hebben een streak van 3 goede antwoorden op rij. Iem staat nu bovenaan, gevolgd door Arnett, dan Esmee, dan Dagmar en dan Mirte. Waar mag je Kim voor wakker maken? Maar is dat voor Heinz tomaten ketchup chips? Is dat voor sushi? Is dat voor zelfgesneden patat? Of is dat nergens voor? Dit is denk ik wel een lastige. Ik heb dat echt misschien 1 keer of zo gezegd op stream. Je zegt verkeerd, no. Ik denk dat hier heel veel mensen een fout gaan hebben. Oh, Esmee zegt ook, ik heb weer te snel gedrukt. Jill zegt, dan heb ik het verkeerd. Iem zegt, ik las het verkeerd. Sharon zegt, je had het volgens mij nog over. Ik heb het wel eens 1 of 2 keer benoemd, ja. Oké, antwoord wordt bijna bekendgemaakt. En het is... nergens voor. Ik ben sowieso echt een uitslaper. Ik ben al een avondmens en het kost me altijd veel moeite om naar bed te gaan. Maar om eenmaal mijn bed weer uit te komen kost mij ook veel moeite. Als ik eenmaal wakker ben, dan duurt het nog 1 uur of zo voordat mijn maag ook denkt... ja, nu ben ik wakker, nu mag er wat in. Dus je kan mij 's nachts nergens voor wakker maken, want ik wil niet eten als ik net wakker ben. Daar word ik misselijk van. Dus ik heb allemaal dingen erin gezet die ik lekker vond...
Maar ja, je kan mij nergens voor wakker maken, want dan word ik gewoon misselijk als ik meteen moet eten. Oh, Jill ging ook meteen voor chips en zag daarna pas nergens voor. Oké. Okay. Mipuki staat bovenaan, dan Esmee tweede, Iem derde, Annette vierde en Gouden Meisje vijfde. Nienke had 4 goede antwoorden op rij. Wat is mijn best bekeken video op YouTube? Komt deze video uit de 7 Peuter Challenge serie? Komt deze video uit de Sims 4 Jaargetijden Let's Play? Komt deze video uit de Sims 4 Wordt Beroemd Let's Play? Of komt deze video uit de Sims 4 Honden en Katten Let's Play? En wie is er nu stiekem op mijn YouTube kanaal aan het kijken? Ja, ik denk dat dit voor heel veel mensen gokken is. Of mensen die denken, ik ga snel vergluren. Ja, heel veel mensen gokken zie ik nu. Iem twijfelt, Naomi en Esmee en Gouden Meisje zeggen allemaal gokken. Emma zegt, deze heb ik sowieso fout. Nou, wie weet heb je goed gegokt. Annette zegt, op je YouTube kijken heb ik geen tijd voor. Nee. Nou, nog 2, nog 1 en... Het antwoord is de Sims 4 Jaargetijden Let's Play. Die heeft op dit moment 25.000 views. Je kan nu meedoen, Livia. Kahoot.it, de code vind je rechtsonderin. Ik heb maar 1 quiz over mezelf. Dus je kan nu nog erbij springen. We zijn bij vraag 8 van 22. Maar het is dus de Jaargetijden Let's Play. Dat was... Ik had toen Early Access en ik heb toen een video gedaan waarbij ik een huis had gedownload van een Nederlandse simmer. En die had ik een makeover gegeven en daarna ben ik begonnen met spelen met die familie. Dus het was half bouwen en half gameplay. Was ook volgens mij de eerste keer dat ik een video van een uur had. Die heeft nog steeds de meeste views en die wordt zelfs nog steeds regelmatig gekeken. Elke week zie ik die video weer tussen de bekeken video's staan. 25.000 views heeft hij op dit moment. Niet normaal. Volgende. Oh nee, puntjes eerst. Esmee eerste, Iem tweede, Mipuki derde, Annette vierde en Nienke vijfde. Ja, inderdaad, gooi de command YouTube er maar in. Dus abonneer op mijn kanaal. True or false? Ik heb ooit een Engelstalig YouTube kanaal gehad. Is dat waar of is dat niet waar? Ja, weet ik veel. Ja, heb ik ooit een Engelstalig YouTube kanaal gehad? Ik ben benieuwd wat mensen antwoorden. Mensen die mij al een paar maanden in mijn Discord zitten, zouden dit antwoord moeten weten. En het antwoord is... Waar? Ik heb een Engelstalig YouTube-kanaal gehad. En dat heette Next of Kimpulse, inderdaad. Had het in principe ook kunnen weten, omdat het dus ook een kanaal was in mijn Discord-server. Ik had Kimpulse-video's en ik had Next of Kimpulse-video's als kanaal. Maar ik heb 2 maanden geleden besloten om ermee te stoppen. Want ik heb al maanden niks meer op dat Engelstalige kanaal geüpload. En helemaal nu ik Twitch erbij doe, had ik er nog minder tijd voor. Dus ik heb gewoon besloten om echt nog alleen in de Nederlandstalige Sims community te zitten. Dus ik heb nu alleen Nederlandstalig YouTube kanaal en dus Nederlandstalig op Twitch. Maar ja, ik heb een tijdje Next of Kimpulse gedaan, Engelstalig YouTube kanaal. Volgende! Die foto die erbij zat was ook echt een plaatje van het kanaal trouwens. Esmee 28 staat eerste, dan Iem, dan Annette, dan Sharon en Goud. Die sluiten rij af in de top 5. En Esmee 28 had 5 goede antwoorden op rij. Vraag 10. Wanneer was mijn eerste stream? En Iem, onthoud wat ik gisteren heb gezegd. Was mijn eerste stream op 26 augustus 2018? Was mijn eerste stream op 26 september 2018? Was mijn eerste stream op 21 september 2019? Of op 21 maart 2020? Iem, oh mijn god, wacht. Sharon, oh shit. Iem, ik klikte verkeerd. Meerte klikte te snel. Chill, het is vandaag 1 jaar? Vraagteken. Iedereen begint te twijfelen. Ik ben benieuwd hoeveel mensen er op groen gaan stemmen. Heel veel mensen hebben op groen gestemd, maar dat klopt niet. Want 21 maart 2020 was mijn eerste stream op Twitch. Maar niet mijn eerste stream. Mijn eerste stream was op YouTube op 26 augustus 2018. En ik zat gisteren in call en Iem zat mij uit te proberen horen wat die vraagteken was. En Iem zei nog, ja, stel je voor, bij wijze van, als Kim morgen een Kahoot quiz zou doen, zei ze dat het een hele domme vraag zou zijn als ik zou vragen wanneer mijn eerste stream op Twitch was op mijn 1-jarig jubileum. En toen heb ik nog gezegd, ja, dat zou ik niet vragen. Maar ik vraag wel wanneer mijn eerste stream was, punt. Maar niet mijn eerste stream op Twitch. Nee, je hebt op YouTube heb je video's, op YouTube kan je streamen en op YouTube kan je ook je video's als een première doen. Dat zijn 3 verschillende concepten. Alleen de premières zijn gekoppeld aan video's. Maar dan heb je dus een live chat erbij. Maar je kan op YouTube ook echt oprecht livestreamen. En dat heb ik 7 maanden gedaan. En na 7 maanden kwam er op een gegeven moment iemand daar binnen die, nou, laten we zeggen, gewoon een troll in caps lock. Die was niet aardig. Ik ben echt uitgescholden met van alles en nog wat. Toen ben ik een tijdje niet gaan streamen. Eerst daarom. En daarna werd mijn vader ziek. En toen ik weer wilde streamen, toen dacht ik, laat ik naar Twitch verhuizen. Toen waren er ook steeds meer Sims streamers
streamers op Twitch. Plus Twitch heeft veel meer beveiligingsopties als het gaat om chat beveiligen. Als er nu iets misgaat, dan kan de chat op volgers alleen worden gezet. Emotes only kan aan. Dat soort dingen heb je op YouTube niet. Dus ik voel me hier ook veel prettiger. Er zijn hier veel meer opties, maar ook veel meer veilige dingen. Eerst weer de puntjes. Er verandert weinig. De top 5 is hetzelfde. Wie was mijn allereerste abonnee op Twitch? Was dat AceNet? Was dat Willy Lazy Lady? Was dat MePucky Games? Of was dat Annette Edman? Wie was mijn allereerste abonnee? Ik zie Sharon shit verkeerde naam. Ik zie Jill. Oh mijn god, wat een instinker. Ja, daar zijn clipjes van zelfs. Het zit in mijn hoogtepuntenvideo van april van vorig jaar. Sharon, had ik gisteren al gezegd dat ik trap in iedere instinker. Annie heeft geen idee. Nee, ja, toen kenden wij elkaar nog niet. Dus dan is het inderdaad een gokken. Maar het is Annette. En toen heette Annette nog Annette Edman. En nu heet ze Willy Lazy Lady. Dat is de instinker. Maar haar allereerste vlaggetje was een roze vlaggetje met Annette Edman erop. Verandert wat in de top 5. Esmee eerste, Im tweede, Annette derde, Goud vierde en Meerte vijfde. Volgende vraag. Vraag 12. Welk verkleedpartijtje accessoires is vereeuwigd als emote? Is dat het kroontje? Is dat de molenbril? Is dat de Nederlandse bril? Of is dat de bloemenkrans? Welke accessoire is vereeuwigd als emote? Nou, dit moet een makkie zijn. Dit moet een eitje zijn. Die weet ik zonder de antwoorden. Im zegt sowieso de Nederlandse bril, want die staat op de foto. Ik vind het ook grappig. Oh ja, ik heb wel het kroontje op. Ik wou zeggen, ik vind het grappig dat alle antwoorden, dat ik daar niks van op heb, maar dat is niet waar. Wendy zegt, ik ben niet eens een subje en ik weet het al zonder de antwoorden. Kijk, nou, de antwoorden komen in de chat, want de emote wordt in de chat gedeeld. Dus deze moet iedereen goed hebben. Als er ook maar één is iets fout heeft. En het antwoord is... de molenbril. Oh! Er zijn nog 3 mensen die hebben of op de Nederlandse bril of op de bloemenkrans gestemd. En dan kan je nog spieken bij mijn subje of bij mijn emotes ook. Want zelfs als je geen subje bent, dan kan je ze wel zien. Je kan ze niet aanklikken, maar je kan ze wel zien. Volgende. Top 5 is hetzelfde gebleven. Gaan we naar de volgende vraag. Vraag 13. Waar of niet waar? Dit is Twitch stream nummer 85. Wie gaat er nu snel op mijn Twitch pagina kijken naar mijn streams? Ja, ik nummer mijn streams. Heb ze niet geteld? Nee, ik tel ze wel. En ik zet het getal ook altijd in de thumbnails. Voor mensen met snelle computers is het op te zoeken. Maar ik ben benieuwd of sommigen gaan gokken. Annette zegt, ik heb geen tijd om te kijken met die stomme streamvertraging. Nee, ik heb er wel voor gezorgd dat elk antwoord of elke vraag, dat je daar 60 seconden de tijd voor hebt vanwege de streamvertraging. Ik dacht, 30 seconden wordt te kort. Maar we gaan het antwoord bijna ontdekken, want de tijd is bijna voorbij. En het antwoord is... het antwoord is waar. Dit is stream 85. 85 streams in één jaar. Nou, eigenlijk 84 streams in één jaar. Want vandaag is natuurlijk de eerste dag voor mijn tweede jaar op Twitch. Maar 84 streams in één jaar. Vind ik wel veel. En wat is er veranderd? Im staat eerste, Annette tweede, Esmee derde, Goud vierde en Sharon vijfde. Im heeft 3 goede antwoorden op rij. Gaan we naar de volgende vraag. Wie waren de gasten op Kim haar verjaardagstream? Waren dat Jill en Jessie? Waren dat Jessie en Denise? Waren dat Denise en Imi? Of waren dat Jill en Imi? Wie waren de gasten op... Ik zie 2 mensen in de chat zeggen, geen idee. Het hele leuke is, ik ga morgen of overmorgen weer een video maken op YouTube. En die komt dan eerst online. En daarna komt later aankomende weken de stream online waarin ik het toen in gebarentaal heb verteld. Wie mijn gasten zouden zijn. Dat was toen de laatste stream voor de verjaardagstream. Die komt volgende week online waarin ik dus in gebarentaal de 2 gasten heb benoemd. En ik heb het ondertiteld. Dus als mensen denken, oh ja, dat wil ik terugzien. Die komt dus volgende week op mijn YouTube kanaal. Maar we gaan ontdekken wie mijn gasten waren... op mijn verjaardagstream. En dat was uiteraard groen. Jill en Imi. Im zegt, ik klik nog bijna verkeerd. Want het was mijn naam aan het zoeken. En de eerste die ik zag met mijn naam was geel. Oh nee, puntjes eerst weer. Nou, top 5 is hetzelfde gebleven. Annette heeft 4 goede antwoorden op rij. Dan, waar of niet waar? Ik heb meer dan 10 moderators. Kijk, Imi, je bent op beeld. Naast de verjaardagstreamfoto van mijn gasten was dit de enige andere waar ik met een moderator samen op de foto sta. Die ook herkenbaar in beeld wil. Want ik sta ook met Miss Didi op een foto, maar die wil niet met haar eigen haarkleur herkenbaar op beeld. Dat is dat je hier een moment pakte van wie is de mol? Sharon heeft geteld. Moderators. MePucky, er staat moderators. Er staat niet gespecificeerd wat voor moderators. Myrthe heeft gegokt. Ik heb er
11. Miss Divi is sinds deze week moderator geworden. En Jill, dat had je kunnen weten, want je zit in Twitch-team kanaal. Ik had er 10, ik heb er 11. En ik heb in mijn vorige stream Miss Divi nog benoemd als nieuwe moderator. Maar ik heb ook nog Discord moderators. Er staat, ik heb meer dan 10 moderators. Er staat niet, ik heb meer dan 10 Twitch moderators. Staat een ja verdomme in caps lock. Wat is er gebeurd? Iem staat nog steeds eerste, Annette tweede, Esmee derde, Goud vierde en Dagmar vijfde. Iem heeft 5 goede antwoorden op rij. Weer een instinker inderdaad. En dan, naar wie is mijn Animal Crossing eiland vernoemd? Is dat vernoemd naar mijn overleden kat, naar mijn huidige kat of naar de hond van mijn moeder? Hoe heet mijn Animal Crossing eiland? Nou, er staat moderators, er stond niet Twitch moderators. Iem zegt, deze vragen zijn wel erg makkelijk hoor. Nee, naar mezelf is geen antwoord. Hij is niet naar mezelf vernoemd. Had ook een leuke optie geweest om er nog bij te zetten naar mezelf. Eiland is vernoemd naar mezelf. En mijn Animal Crossing eiland is vernoemd naar mijn overleden kat. Mijn overleden kat heette Ruby. En mijn eiland heette Ruby. Mijn huidige kat, die op de bank zit. Die zwarte vlek die je hier ziet, dat is een kont. Dat is Omri. Die leeft nog. Maar mijn overleden kat is Ruby. Volgende vraag. Oh nee, eerst weer de puntjes. Nou, top 5 is hetzelfde gebleven. En 3 mensen hebben 3 goede antwoorden op rij. En daar extra punten voor gekregen. Dan, vraag 17. Welke Pulsband editie is mijn favoriet? Omri is een schatje. Dan heb je hem nog niet ontmoet. Ik krijg nog steeds meerdere keren per week dat hij naar me blaast. Komt vooral zijn eigen schuld, want zijn voerbakje in mijn slaapkamer moet op de vaste plek blijven staan. Maar hij schuift het naar zijn plekje waar hij altijd ligt. Moet ik hem daar gaan pakken, kom ik te dichtbij en gaat hij blazen. Dan denk ik, ja, als je gewoon op zijn plek blijft staan, is er niks aan de hand. Maar welke Pulsband editie was mijn favoriet? Was dat de bar met bowlingavondaccessoires? Was het basisspel keuken? Was het de slaapkamerbasisspel? Of was het de serre van ecologisch leven? Wat is mijn favoriete editie? Sharon zegt, ik denk dat ik het weet, maar ik weet niet zeker. Voor Annette is dit een gokje. Wie weet het bloed heet. Ja, bijna iedereen heeft het goed. Het is inderdaad die van ecologisch leven. Ik heb daar zulke toffe panden gezien. En ook zulke toffe panden die zo goed aansloten bij de kamer. En een van mijn favoriete inzendingen in het algemeen is die van Kitty. Want dat huis wilde ik gewoon in het echt hebben en daar gaan wonen. Dus ja, en ik heb ecologisch leven op groen gezet. Want ecologisch leven is vaak groener leven. Maar dat is mijn favoriete editie. Die van mij was sowieso favoriet, zegt Jill. Oké, top 5. Oeh, Sharon is nu 5e. Iemand ging eruit en Iem heeft 7 goede antwoorden op rij. Volgende vraag, waar of niet waar? Kim heeft nog nooit een Let's Play serie afgerond. Klopt dat? Heb ik nog nooit een Let's Play serie afgerond? Of is het nee, vals, Kim heeft wel Let's Play series afgerond? Wat denken jullie? Hoe erg is de schade? Ik kan wel zeggen dat ik laatst een lijstje heb gemaakt met alle Let's Play series die ik heb. Het zijn er behoorlijk wat. Die ik allemaal nog moet spelen weer. Meer te zeggen. Ik durf het bijna niet meer te zeggen, maar deze weet ik. Wendy heeft de verkeerde streamer in haar hoofd. Iem zegt, dit is wel een instinker, want deze kan je op 2 manieren bekijken. Ik zeg Murphy Bed. En Sharon zegt, ik geloof in jou dat je er wel 1 ooit hebt afgemaakt. Ik heb inderdaad Let's Play series afgerond. Zelfs 2. De 7 Peuter Challenge heb ik gehaald. Zelfs volgens mij nog van de week gezegd, ergens. De Sims 4 Jungle avontuur is afgerond. En dat is ook een beetje een instinker, omdat 1 van de 2 hoofdpersonages uit de Sims 4 Jungle avonturen heb ik meegenomen naar de Sims 4 Eiland leven. Maar dat is een nieuwe Let's Play serie. Maar Jungle avonturen is afgerond. Dus ik heb er 2 afgerond. Dus het is niet helemaal met mij slecht gesteld, maar ik heb er 2 afgerond. En Annie, ik dacht dat ze er vast wel eentje niet had afgerond. Ik heb, even kijken. Magisch Rijk, Sneeuwpret. Meike in de house. Dankjewel. Welkom. Maar Magisch Rijk 1. Sneeuwpret 2. Woordbron 3. Ecologisch leven 4. Eilandleven 5. Strangerville 6. Studentenleven 7. Familiepuls 8. Jaargetijden 9. Huisdieren. Dus dat is honden en katten. En eerste huisdieraccessoires 10. En van lelijk naar mooi. Ik heb 11 lopende Let's Play series die geen netjes einde hebben gekregen. Magisch Rijk is in combinatie met Paranormaal. Dus dat is 1 serie. Maar er zijn er dus 11. We gaan eerst even kijken naar de puntjes. Oeh, Annette heeft Iem ingehaald. Ja, Annette kent mij al van mijn YouTube-tijdperk. Annette is het eerste, Iem tweede, Esmee derde, Goud vierde en Sharon vijfde. En 4 spelers met 3 goede antwoorden op rij.
En Fristietje, dankjewel voor het volgen. Gaan we naar de volgende vraag. Wie heeft dit gemaakt? Let op de foto. Heeft Jill D433 dit gemaakt? Heeft Rosie Wosie dit gemaakt? Heeft Meepucky Games dit gemaakt? Of heeft Kitty for Games dit gemaakt? En dit komt uit een ecologisch leven pulsband inzending. Wendy zegt, oh, ik heb hem gezien, maar geen idee meer. Als het gaat om de naamswijziging, het zijn allemaal huidige namen. Ik ben hier voor deze vraag voor huidige namen gegaan. Iemand met een hoge energierekening. Ja, tot zover het ecologisch in ecologisch leven. Maar hij is gemaakt door Dagmar. Ja, vet leuk. Vet lief. En zat er ook een voor Jessie. Volgende. Kijk, Meepucky stijgt terug. Met liefde gedaan. Ja, het was ook nog zo stom, want ze hadden dus één voor Jessie. En er was een tourstream bij Jessie. Dus Jessie liet dat zien. En toen zat ze op Dagmar haar galerijaccount. En daar zat dus ook iets met dat dus voor mij. En Jessie, oh Kim, kijk, kijk. Dus verrassing weg. Maar oké, okay, Annette eerste, Im tweede, Esmee derde. Meepucky terug in de ranking vierde, Meerte vijfde. En Annette gewoon 9 goede antwoorden op rij. Gaan we naar de volgende. Bij welk pakket werd ik een EA Game Changer? En dat gaat om, bij welk pakket heb ik dus voor de allereerste keer Early Access gehad? Want de term EA Game Changer werd echt pas later benoemd. Maar bij welk pakket heb ik voor de allereerste keer Early Access gehad? Was dat Honden en Katten, Jungle Avonturen, Word Beroemd of Ecologisch Leven? Ja, Jill, jij kende mij toen nog niet. Dus dan is het een lastige. Dit is meer een vraag voor de mensen die mij al van mijn YouTube tijdperk, toen ik alleen nog YouTube deed, kende. Niet pukken, ja, ik ga weer onder de top 5. Het goede antwoord is Honden en Katten. Ik heb voor allemaal Early Access gehad, maar Honden en Katten was de eerste en dat is ook het oudste pakket van deze. En ik heb expres Ecologisch Leven erbij gezet, omdat het eerste pakket is waarmee ik Early Access op Twitch heb gedaan, ja. Toen ik al op Twitch zat, dus dat was ook een hint. Maar het begon met Honden en Katten en het was omdat SimGuru Drake, dus dat is alweer 2 community managers geleden, een oproepje op Twitter had gedaan voor creators, YouTubers die interesse hadden om een keertje gewoon eenmalig Early Access te krijgen. En daar had ik me voor aangemeld en toen was ik door de selectie gekomen en toen bleek dat dus meteen het Game Changer programma te zijn. Dus ik dacht eerst dat het eenmalig was. Toen kwam ik op een mailinglijst en toen werd die mailinglijst omgezet naar de EA Game Changers. Het is niet woordberoemd. 2 mensen hebben het maar goed. Oeh, wat gaat er gebeuren? Meerte stijgt omhoog. 5 goede antwoorden op rij. Nou, daar gaan we. Welke villager heeft Kim wel eens boos gemaakt? Ja, was dat Marshall? Was dat Pieken? Was dat Maple? Of was dat Julia? Welke villager heb ik boos gemaakt? Ik heb tot nu toe maar 1 villager boos gemaakt. Ik heb wel eens villagers gezien die boos waren, maar ik heb er zelf echt 1 boos gemaakt. Jill, ik dacht Apple, maar dat was ik zelf. dat is Pieken. Ik heb Pieken wel eens boos gemaakt, want die stond in de weg. En die wilde ik aan de weg duwen. En toen wist ik niet dat je ze daardoor boos kon krijgen. Dat gebeurde op stream. Arme Pieken. En dan gaan we naar de laatste vraag. Dit is een komische vraag. Oh, eerste puntjes nog. Dagmar stijgt weer omhoog. Dus top 5 is nu Annette, Im, Esmee, Dagmar en Myrthe. Laatste vraag, jongens. Komt-ie. Een Twitch-vraag. Wat heb ik wel goed in de cupcake mix gestopt? Heb ik wel de boter goed in de cupcake mix gestopt? Heb ik wel de eieren goed in de cupcake mix gestopt? Of heb ik de melk goed in de cupcake mix gestopt? Er is 1 ding wat ik helemaal goed in de cupcake mix heb gestopt. Welke van de 3 is dat? Ik zie iedereen echt lachen in de chat. Heerlijk dit. De cupcake mix zelf? Jill twijfelt nog. Het goede antwoord was melk. Want in de eerste mix sloeg ik het ei te hard op de kom. Waardoor die met ijsschil en al erin ging. Toen moest ik het ijsschil eruit vissen. En toen ben ik het tweede ei vergeten. Dus de eerste cupcake mix miste een ei. En de eerste, de tweede cupcake mix miste ook nog eens boter. Dus melk is het enige wat ik goed heb gedaan. Daarom heb ik gezegd wel goed. Dus niet wel in de cupcake mix. Want eieren heb ik ook in de cupcake mix gestopt. Maar niet goed. Want eerst ging hij er met schil en al in. En daarna was ik de tweede vergeten. Oké, we gaan kijken wie er heeft gewonnen. Pulsquiz podium. Op de 3e plek staat Dagmar. Op de 2e plek Im. Oh, op de 1e. Wie is de 1e? Annette! Gefeliciteerd Annette! En Myrthe zegt toch nog 5e, daar doe ik het voor. Wendy, goed gedaan. Gefeliciteerd Annette. Annette, jij krijgt 100 tickets erbij. Dat is jouw prijs. Ga ik meteen uitschrijven. Ik zou wel zeggen, koop er niks mee. Want
Ik ga binnenkort stoppen met streamen. Even kijken daar. Willy Lazy Lady krijgt 100 tickets erbij. Nou moet ik me echt zorgen maken, want nou heb je er gewoon 1005. Ik ga binnenkort stoppen met streamen als in deze stream. Niet in het algemeen. Het is niet zo, oké, jaar gehaald. Doei, tot nooit meer. Nee. Deze stream ga ik binnenkort stoppen met de stream. Maar dit vond ik echt leuk. En ik wil zeker in de toekomst weer een keer een Pulse Quiz doen. Het lijkt me misschien leuk om dit als traditie te doen elk jaar. Dus als ik over een jaar, 2 jaar besta, om dan weer een Pulse Quiz te doen. En dan heb ik natuurlijk weer een jaar aan nieuwe dingen die we hebben meegemaakt. Kijken wat jullie dan weten. Kruimeltje vraagt, loop je zo ook over straat? Nee, dit is een beloning op mijn kanaal. Mensen verdienen punten als ze hier kijken. En een van die beloningen is verkleedpartijtje. En dat draai ik aan een rad. Dus ik heb nu een aardbeibril op en een kroontje en een superstrik. Ik ben versierd. Voor degene die denken, ik ga er vandoor, want Kim gaat toch stoppen. Er komt nog een giveaway. Ik ga nog een keer een kitpakket naar keuze weggeven. En dit keer met dank aan EA Game Changers. Kitpakket naar keuze. Check je saldo. Dus Meike krijgt alles aan kant. Maar ik ga nog iemand van jullie blij maken. Ga ik weer naar de giveaway toe. Dat is die. Je mag dan zelf kiezen welke van de 3 je wint. En Iris, dankjewel voor het volgen. Als je dus mee wil doen, typ je uitroepteken inzet en dan spatie met een getal van 1 tot 100. Als je minder dan 100 hebt, bijvoorbeeld Iris 205 heeft er 37, kan je er niet meer inzetten dan 37. Joejoe, Jill, eet smakelijk. Je kan maximaal 100 inzetten, behalve als je minder dan 100 hebt, dan kan je niet meer inzetten dan je hebt. Dus als jij denkt, ik wil of retro outfit, of landelijke keuken, of alles aan kant voor Origin. Het is een Origin activatiecode. Zet dan in en dan mag een van jullie, mag ik die gaan blij maken met een kitpakket naar keuze. Ja, Omri? Ja. Ja. Ik zie heel veel mensen die meedoen. Je mag ook meedoen met 1 ticket. Minstens 1, maximaal 100. Om te kijken of ik kan winnen. Oh, Binky, jij verdient het ook hoor. Als jij hem nog niet hebt, dan verdien jij het ook. En let op dat je een spatie zet tussen het woordje inzet en tussen je getal. Daar moet een spatie tussen. Als jij geen melding van Streamlabs hebt gekregen dat je meedoet aan de giveaway, is jouw inzet niet gelukt. Oh, PlayStation 4. Ja, daar kan niks mee. Het is echt een origin code. Daar kan ik niks aan doen, want het zijn gekregen codes van EA. Code werkt alleen of op het een of op het ander. En de giveaway is gesloten, maar Iris, je bent me ook maar net gaan volgen, dus je hebt niet eens 50. Je kan niet meer inzetten dan je hebt, namelijk. Maar de giveaway is gesloten. Er zijn 14 mensen die meedoen, waaronder Esther Nienke, Myrthe Elise, Just Wendy 10, Willy Lazy Lady, Charontje, Sint 9, Esmee 28, De Vliegende Lama, Voetbal Sims, Iris 205, Gouden Meisje, Dragon Warrior Björn 31, Rowenia en Iris Winkelhorst. En jullie hebben met elkaar 389 muntjes ingezet. En we gaan kijken wie van jullie gewonnen heeft. Welkom, Sjoe. De winnaar komt in de chat. Oh, en dat is Charontje. Gefeliciteerd. Jij mag een Sims 4 kitpakket uitkiezen. Welke wil jij hebben? Gefeliciteerd. Zij wil graag ook alles aan kant. Oh, populaire keuze. Zowel Meike als Charon winnen vandaag allebei de Sims 4 alles aan kant kit. Gefeliciteerd. Nou, ik wil jullie bedanken voor een hele toffe eerstejaars streamen op Twitch. Allerlei leuke dingen meegemaakt. Ik ben natuurlijk ooit begonnen op een laptopje die nu daar achter op mijn tafel staat. En ik heb nu gewoon een hele computer bij elkaar. Ik heb sinds kort een nieuwe webcam. Ik heb collabs kunnen doen met mensen online. Ik heb collabs kunnen doen met mensen in real life. En dat wil ik ook in het komende jaar zeker weer gaan doen. Buiten de Sims ook gestapt. Mario Kart, Animal Crossing, al dat soort dingen. Dus ik heb echt een heel mooi jaar gehad. Er komt straks nog een leuk overzichtje op Instagram. Met een leuke collage van 9 mooie momenten van het afgelopen Twitch-jaar. In ieder geval, allemaal bedankt voor jullie support. Bedankt voor het kijken vandaag. Voor de gezellige sfeer in de chat. Voor het meedoen. De mensen die op mijn eiland zijn geweest vandaag. Dankjewel, Jill. Op een mooi nieuwjaar Twitch. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel, Jill, dat je de challenge nu dit keer omgedraaid wilde doen voor mij. En alle leuke mensen die net mee hebben gedaan met de Kahoot Quiz. De winnaars, gefeliciteerd met jullie prijzen. Ik heb subjes weggegeven, ik heb 2 kitpakketten weggegeven, 100 tickets weggegeven. En op naar een tweede jaar hier op Twitch. En dan zie ik jullie volgende week wel weer ergens op Twitch. En join mijn Discord, check me op YouTube, want ook daar komen oude streams terug. Video's komen erop. Tickets krijg je door gewoon lekker te kijken. Dank jullie wel en tot de volgende keer.